super leuk dat je weer kijkt. Dutch Matrix, de illusie van onze realiteit. Vandaag weer Rolf in het huis uit België. Leuk dat je er bent, man. Om terug te zijn. Ik vind het ook echt leuk, ook omdat we met deze man onderwerpen kunnen behandelen die niet doorgaans zijn. De antwoorden op simpele vragen worden vaak door deze man beantwoord op een manier die je niet zou verwachten. Zelfs voor mij niet. Dus dit belooft gewoon een hele interessante aflevering te worden. We gaan verschillende dingen behandelen. Eigenlijk standaard levensvragen. Wat een beetje suf klinkt, maar dat is het zeker niet. Blijf dus vooral kijken. We gaan het hebben over reïncarnatie. Hoe dat een beetje in elkaar zit. Karma. Levenscontracten. Maar we gaan het ook hebben bijvoorbeeld over de dimensionale shift. Wat er nu aan de hand is. Want we leven al eigenlijk in een soort van een film. En heel veel mensen zitten gewoon met heel veel vragen. En die vragen worden steeds breder en breder gesteld. Ze vinden deze hele situatie vreemd. Dus ik hoop eigenlijk met Rolf jullie weer wat wijzer te kunnen maken. In dit geval mijzelf ook. Dus vorige aflevering heeft voor mij echt goede, diepe impact achtergelaten. En daarom ben ik echt super blij dat je er weer bent. Dat we wat dingen kunnen bespreken, Rolf. Heel graag. Ja, en hoe is het in België eigenlijk? Hebben jullie een avondklok daar? Och, in België is alles spijs en vree, hè. Dat is toch wel. Ja. We hebben een avondklok in Vlaanderen, ik geloof, van 12 tot 5 uur in de ochtend. En in Wallonië, want België is een land met twee of meer snelheden, daar is het van 10 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Oké. En hoe gaan ze daarmee om? Protesteren ze? Nee? Belgen niet? Als schapen. Hè. Echt waar? Ja, toch wel. Dus ik vind het altijd leuk. In Nederland is er toch meer mensen... Mijn indruk is dat in Nederland de mensen toch meer minder volgzaam zijn op verschillende punten. Oh. Dat in België zeer zware energie en mensen zijn dikwijls een beetje murw. Een beetje murw van alles wat er gebeurt. Okay. Dat is mijn indruk. Ik weet niet of dat het juist is, maar... Wij hebben de indruk hier in Nederland dat we ook te weinig doen. Maar ik hoor van mensen uit andere landen dat ze heel erg trots zijn op wat de Nederlandse mensen doen eigenlijk. Ja. Dus we zijn in principe wel goed bezig. En ik weet niet of je de circus hier een beetje hebt gevolgd. Dat er een rechtszaak is geweest dat we eventjes van de avondklok af zijn. Ja. Voor mensen die het niet weten, het is nu vrijdag 19 februari tijdens het opnemen. Vandaag komt er weer een nieuwe uitspraak. Dus het is niet echt up-to-date wat we nu zeggen. Maar mijn verwachting is dat het alsnog wordt... teruggedraaid en goed, we zullen het zien. We doen ons ding verder door jullie te informeren over toch wel belangrijke dingen, vind ik zelf. Want als je wil onderzoeken in wat voor situatie we zitten, is het ook goed misschien om te kijken in wat voor realiteit wij ons bevinden en hoe wij deze realiteit zien. En zoals ik al eerder zei, jij hebt daar je eigen kijk op, want je bent bezig natuurlijk met hemisync, geluidsfrequenties. Voor mensen die aflevering niet hebben gezien, Deep Cosmic Level, kijk die zeker. En we zullen hier ook wel wat dingen naar terugverwijzen. Ja. Ik heb veel e-mails gehad na die aflevering. Mensen wilden... Je hebt veel aanmeldingen gehad? Ja, zeker. Verschillende aanmeldingen voor zowel de remote viewing. Dat is één dag als de excursion workshop, de tweedaagse. En zelfs voor de week, de gateway. Ja. Ja, verschillende mensen. Ik ben benieuwd en mensen zullen zelf daar ook hun reacties op zetten. Wat ze ervan vonden. Kunnen ook in deze video's dat doen, weet je wel. Ik ga zelf ook een keer een weekend, liefst een week doen. En ik zal dan ook gewoon een eerlijk verslag brengen wat ik zelf meemaak. Heel graag. Dus ik hoop dat ik in verre staten kom, Rolf. Leuk man dat je er bent, echt. Dankjewel. Wat ik in gedachten had, wat we vorige keer eigenlijk niet hebben gedaan, doe ik met Peter Toon ook altijd, is gewoon een... we nemen wat onderwerpen door en aan het eind linken we het een beetje met de huidige situatie. Ja. Ik ben zelf persoonlijk en misschien de kijker ook benieuwd hoe jij denkt over de... hedendaagse situatie met die virus en dergelijke. Daar zullen we later wel op terugkomen. Ben ik persoonlijk benieuwd naar. En ik heb nu ook echt een soort van persoonlijke vragen aan jou, waarvan ik zeker weet dat de kijker dat ook heeft. Okay. Ik heb in mijn vorige afleveringen gehad over programma's en spirituele modellen, waarin ons bepaalde leer is geleerd. En daar zit ook heel veel interessante informatie tussen. Ik wil dat absoluut niet afkraken. We zijn allemaal bezig met onze eigen onderzoeken. En waarschijnlijk
zit ik ook zelf dikwijls fout in mijn onderzoeken. Goh, en je moest iets weten. Ja, en dan ga je een andere kant op. Ja. En ik denk dat dat je juist sterk maakt om dat gewoon ook af en toe in te zien. Ja. En een andere weg te nemen. Nou, heel veel bekende dingen in de spirituele wereld zijn toch de karma-modellen, levenscontracten en dergelijke, reïncarnatie. Laten we eens even, als we beginnen bijvoorbeeld bij de reïncarnatie na je dood. Je vertelde vorige keer, dat niet echt zo verloopt zoals wij dat waarschijnlijk denken in het algemeen. Zou je daar eens misschien wat toelichting op kunnen geven? Ja. Oké. Hetgeen dat ik vertel is uit eigen ervaring. En dat is dus zeker niet de waarheid. Of zoals dat jij zegt, van zoek het ook zelf uit, onderzoek het zelf. En nog belangrijker, ervaar het zelf. Want als je het zelf ervaart, dan weet je het. Wat ik vertel is gebaseerd op de aanpak van Bob Moreau. Bob Moreau heeft dus die audiotechnologie ontwikkeld, waardoor hij in verschillende bewustzijnstaten komt. En die bewustzijnstaten heeft hij focus levels genoemd. En vorige keer hebben we besproken tot focus level 21. Ja. Dus nu, tot 21 zit je nog altijd, je kan naar verschillende dimensies en je kan doorheen de tijd gaan, maar je zit nog altijd vast aan deze fysieke aardse realiteit. Zou je dat de matrix kunnen noemen of is dat niet goed woord? Ik ga dat even in het midden laten. Oké. Okay. Ja? Nu, na 21 zijn er nog een reeks focuslevels die tot het menselijk systeem behoren. En van zodra dat je over 21 gaat en over 22, dan kom je in de bewustzijnstaten waarbij dat je niet meer fysiek of lichamelijk bent, maar waar dat je nog enkel bewustzijn bent. En die hebben ook een verschillende dichtheid. Om een voorbeeldje te geven. Na 21 heb je 22 en heb je 23. En als je overlijdt, eigenlijk, het gaat gewoon door. Ja? Het is niet dat het plots stopt, dat je weg bent, of dat je plots de engelenkoren jouw grootheid hoort bezingen, omdat je over bent gegaan. Nee, het gaat in feite gewoon door. En je komt terecht, het zijn maar woorden natuurlijk, je komt terecht waar dat jouw geloofsovertuiging jou naartoe trekt. Ja, dus je kan de geloofsovertuiging die je hier hebt opgebouwd, en we zullen straks eventjes zeggen hoe dat verloopt, die hier hebt gebouwd, die trekken jou ook na dit leven naar een bepaalde energetische staat, laten we het zo noemen. Nu, ook dat is in kaart gebracht. En in kaart gebracht, belangrijk daarbij is ook, het gaat vanuit jouzelf. Het zijn jouw ervaringen. De focus levels, bewustzijnstaten die ik beschrijf, zijn eigenlijk handvaten zodat je een beetje kan oriënteren waar je bent. Ja? Hetgeen dat ook dat Tibetanen doen, wanneer er iemand overlijdt, dan bezingen zij 7 dagen de tocht dat hij kan ondernemen, zodat hij ongeveer weet van waar hij naartoe gaat. Dit is hetzelfde, maar heb je eigen kaartje en je hoeft niet over te gaan om dat nu al te kunnen bezoeken, om dat nu al te kunnen ontdekken, te exploreren. Dus die bewustzijnstaten, de eerste waar je kan terechtkomen als je overgaat, is focus level 23, noem het, zeer neutraal. Het is een staat waarbij dat je niet weet dat je overleden bent. Het is ook dikwijls een staat waarbij dat je het wel weet, maar dat je nog wil deelnemen aan deze realiteit. Zit nog in een redelijke verdichting. Voorbeeldje te geven, Bob Moreau, op een gegeven moment komt hij in focus level 23 en hij ziet daar een jonge vrouw, rond de 22, 23 jaar, en die loopt daar rond. En die zit te zeggen van, ziet ze, ik wist het, na de dood is er niks meer. Ik wist het, na de dood, er is niks meer. En Bob probeert daarmee in communicatie te gaan. En hij kan even de aandacht trekken en ze kijkt een beetje verward en dan gaat ze terug. Ja, ik wist het, er is niks. Na de dood is er niks. Dus zij zit in een geloofssysteem waarbij dat ze dacht van, ja, als ik sterf, is er niks niet meer. En haar perceptie, heel haar energie is daarop gericht om niets waar te nemen op dat moment. Een ander voorbeeldje van iemand die niet wist dat ze overleden was. Bob gaat op een gegeven moment gaat hij bij vrienden op bezoek en die wonen in een oud huis. En
Het is nacht en Bob gaat buitenlichamelijk en hij komt in de gang, komt hem een oude vrouw tegen. En die is buitenlichamelijk. En die oude vrouw die zit ja, een beetje te klagen. Die zegt, ja, maar kijk, ze hebben die schilderijen weer veranderd en mijn vaas staat niet waar ze moest staan. En elke keer veranderen ze alles. En Bob zegt, ja, wat is er aan de hand? Ja, kijk, ze veranderen al en het is nooit hetzelfde. Ah, zegt Bob, en woon jij hier? Ja, dit is mijn huis. En ze zijn buitenlichamelijk. En Bob vraagt, van, ja, wat is er dan gebeurd? Hoe komt dat al? Sinds wanneer verandert alles? Ja, goh, ik ben ziek geweest. Maar ik ben teruggenezen. En sindsdien verandert het altijd. Dan zegt Bob, hij gaat in communicatie met die dame en hij zegt op een moment, zou het niet kunnen zijn dat die ziekte toch ernstiger was dan dat je dacht en dat je het niet hebt overleefd? Dus het is een heel communicatie dat je doet. Tot op een gegeven moment komt zij tot dat inzicht dat zij inderdaad overleden was en kan ze de volgende stap zetten, kan ze naar het volgende. Dus ze zit niet meer vast in dit geval focus level 23. En zijn dat een beetje geestenlevels, wat mensen noemen? Ja, natuurlijk. Er zijn duizenden één getuigenissen van mensen die geesten zien. Dat kunnen verschillende zaken zijn, maar veelal gebeurt dat mensen zijn die vastzitten in 23. 23 ook, en zeker als je daarmee in communicatie gaat, soms schrikken zij. Oh, je kan me zien of je weet dat ik hier ben. En dan kan je de communicatie aangaan. Dus je hoeft er zeker geen angst voor te hebben, maar wij, vanuit ons gevoel, wij krijgen een angstig gevoel omdat we niet weten wat het is, wat er gebeurt. Nu, om het verhaal nog af te maken, Bob, die gaat ermee in gesprek zij kan verder, hoe dat ze verder gaat, zal ik eens even zeggen. En Bob, volgende ochtend, zegt tegen de vrienden van, heeft hiervoor nog wie een bewoonster, een oudere vrouw gewoond? Ja, zeggen die mensen, hoe weet je dat? Heb je er toevallig een foto van? En blijkt dat er een foto is van een soort dorpsfeest waar dat hele dorp op stond. Zijn vrienden zijn aan het zoeken en hij zegt, is toevallig deze dame. Hoe weet je dat? Ja, dus Bob had ze ontmoet. Dat was een validatie van zijn verhaal. Validatie, ja. Okay. En dat heb je natuurlijk ook, hoe meer je in die bewustzijnstaat gaat, en zeker over de dood heen, het leuke is dat je het in deze tijden gemakkelijker kan valideren dan vroeger. Want nu, je hebt internet, je kan zaken opzoeken. En als je dat 2, 3, 4 keer valideert, dan weet je, oké, het is in orde, we weten dat waar is. Mm-hmm. Dus dat is een eerste level of bewustzijnstaat waar je terecht kan komen. En in 23, mensen die zijn overleden en die het niet weten, dat gebeurt dikwijls als het in een situatie waarbij dat de overgang zeer abrupt is. Dus in een oorlogssituatie. Of ongeluk of zo. Een ongeluk, een ongeval. Dat van, als je hoort, als ze zijn op slag dood, dan dat die over, zonder dat ze een bewuste overgang hebben. Ze hebben zich niet kunnen voorbereiden, zijn plots overleden, maar hebben niet door dat ze dood zijn. Ja. Dus. Oké, en gaat dat dan gecombineerd met hun geloofsovertuiging, bijvoorbeeld als atheïst zijnde, ik noem maar wat? Nu, in dit geval, als zij niet weet dat ze overleden zijn, dan komen ze in 23 en zit ze zeer dikwijls in een situatie die eigen is die nog heel dicht hangt bij het leven dat ze hebben geleden. En een leven dat dan beheerst wordt door die geloofsovertuigingen, als ze het niet weten. Of, in het geval van een ongeluk of een plotselinge dood, komt men eigenlijk in een loop terecht. Dus men komt in een cyclus terecht, dat men het altijd opnieuw beleeft. Die trauma opnieuw? Ja, eigenlijk is dat geen trauma. Okay. Dat is gewoon een loop. En die loop kan een loop van 10 seconden zijn, en dat kan een loop van 3 of 10 uur zijn dat je op die manier ervaart. Maar je beleeft het gewoon altijd opnieuw. Je weet niet dat je erin zit. Ja. Zo'n soort, soms misschien als dit leven ook een soort van een loop is misschien, maar dat is een ander verhaal. Heel goed, Tino, want inderdaad, we zullen het er zelfs ook nog over hebben. Ja. Want als je dat doortrekt, dan kom je ook natuurlijk bij dit leven terecht. En even denken wat dit kan zijn. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar dus dat is focus level 23. Dus als je plots overlijdt, je komt in een loop terecht die je altijd opnieuw herbeleeft.
dat is geen drama, dat is gewoon, het gebeurt altijd. En het andere is dat, dat je nog aan deze realiteit wil deelnemen. Je weet wel dat je overleden bent, maar je wilt nog deelnemen. Of je zit hier nog zeer sterk aan vast. Zo is er ook, om een voorbeeldje te geven, een zakenman die Bob Moreau ook tegenkomt in 23. En die loopt daar rond en zegt, goh, ik wist het, hè, ik wist het, hè, ik ben net overleden. En ze geeft al haar geld uit aan kleren en aan schilderijen en noem maar op. Ze gaat op reis en ze verbrast al mijn geld. Had ze ook andere vent? Of? Zo diep ze hebben we niet begrepen. Maar ook dat gebeurt. Ja. Ja, ja. Zeker ook dat zijn ook voorbeelden van waarbij dat seksuele energie meespeelt, omdat dat ook een level is, een zeer sterke energie die jou toch kan linken aan andere levels. Ja. Oh ja. Ja, dus ja. Die wordt natuurlijk ook gebruikt bij die occulte gemeenschappen. Sacrale energie of zoiets? Goh, de benamingen zijn maar benamingen. Ja, ja, ja. Maar het is een heel sterke energie die jou verbindt. Ja. Het is ook geen toeval dat in onze cultuur dat seksuele zo... De essentie van het seksuele wordt niet begrepen. Of het wordt bewust in een anders vertaald. Ja, wordt bewust heel laag gehouden, die energie eigenlijk. Ja. Ik denk vanuit lust gaat en noem maar op. Dus ja, we hebben het vaker ook over gehad, maar dat gaat nu even hier niet over. Maar het viel me altijd op dat in die occulte gemeenschappen toch altijd bij die offeringen toch met seksuele linken heeft, zeg maar. Ja. En ik denk dat daar ook een technisch verhaal achter zit. Naast dat ze psychopaat zijn, dat het ook iets technisch dient, zeg maar. Ja. Maar goed, dat is niet even hieraan verbonden. Sorry, vertel me. Nee. Ja, we zaten in dat proces van die reïncarnatie. Even die lagen beschrijven. Dus dat is 23, dan heb je de lagen 24, 25 en 26. Dat zijn de lagen van de geloofsovertuigingen, echt. Als je een bepaalde geloofsovertuiging heeft, kom je daar terecht. Dus je stemt je af op die vibratie. En ik zou bijna durven zeggen, of je wil of niet... Daar ga je heen. En die in 24... Nu, het een is niet hoger dan het ander. Het een is niet beter dan het andere. Het gaat er gewoon over dat je daardoor wordt aangetrokken. En het is maar een voorstelling. 24 is waar dat je de natuurvolkeren tegenkomt. En shamanisme, aboriginals en zo verder. Die kom je voornamelijk in 24 tegen. Omdat dat hun programma is vooral? In hun, een vibratie. Ja. Ik zeg niet dat iedereen daar terechtkomt, hè, van die volkeren. Maar sommigen in het algemeen komen daar terecht. Okay. In 25 heb je de geïnstitutionaliseerde godsdiensten. En ik heb de vorige keer dat verhaal verteld over dat vrouwtje. Die kreeg het tuintje, ging naar de kerk. Dat is 25. Okay. Dat is typisch 25. Dan kom je daar terecht. En geloofsovertuiging, dat kan je heel breed zien. Dat is niet enkel religieus. Dat kan ook bijvoorbeeld als je zegt... Als je zeer nationalistisch bent en dat je Amerika of Nederland of België is iets minder enthousiaste mensen, maar het kan iets dat je er vol in zit, vol gaat, dan kan je daar ook in zo'n omgeving terechtkomen waarbij dat alles oranje kleurt, om het zo maar te zeggen... Of waarbij dat thema de hoofdrol speelt. Okay. Ja, dus geloofsovertuiging, dat kan je echt bekijken op alle mogelijke vlakken. Okay. Hetgeen dat het sterkste overheerst bij jou. Even een vraagje. In principe, is dat shamanisme ook een geloofsovertuiging? Of is dat iets anders? Nee. Dat niet? Nee. Wat is het verschil zeg maar, met christelijk, ik noem maar wat, of islam? Een religie... Jij als mens hebt een tussenpersoon voor jouw connectie met bij religie, God of Allah of Yahweh of noem maar op. Shamanisme is een rechtstreeks connectie. Oh ja. Ja? Dus dat is zoals bij de Kataren, bij de Gnostici. Dus we zijn ervan overtuigd dat jouw persoonlijke ervaring met, en we gaan het niet God noemen, maar met oorspronkelijk, met totale zelf. Het is nog voorbij totale zelf in feite. Met oorspronkelijke, dat kan je zelf doen. Daar geen tussenpersoon voor nodig. Het is jouw ervaring die telt. Shamanisme is eigenlijk hetzelfde. Shamanisme kent geen opperwezen waarbij dat je moet onderwerpen. Integendeel. Het is de bedoeling dat je via de shamanistische weg dat je voorbij het bestaan en voorbij de operator van het systeem gaat.
Ik snap het. Ja. Ik heb het enigszins misschien iets mogen ervaren in mijn ayahuasca-ervaring daarvan. Ook al is daar natuurlijk klein, ik ben daar niet ervaren in. Maar ook daar kwamen in mijn ervaring niet zeg maar de opgestegen meesters. Of daar was ik zelf, zeg maar, echt kon ik doen wat ik wilde, zeg maar. Dat was onwijs bizar. Oké, volgende stap. Rolf, dus je hebt een voor mensen die het misschien, ja, je hebt het heel duidelijk verteld. Eigenlijk komt er op neer dat ze religies op een bepaalde level hebben gezet. Nou, die shamanisme dan. Maar ik neem aan dat er dan nog meer focus level zijn. Vertel maar. Zijn er nog? Dus 25, al die geloofssystemen. 26 kom je dikwijls mensen tegen die een bepaalde mystieke ervaringen begaat, of bijna doodervaringen. Mensen met bijna doodervaringen komen daar ook terecht in 26. Nu, ook daar wordt wat je beleeft ingekleurd door jouw achtergrond, door jouw geloofssysteem nog altijd. Als je, ik weet niet of ik het de vorige keer heb gezien, maar stel dat je een bijna doodervaring hebt en je ontmoet de maagd Maria, die jou zegt, het is nog niet jouw tijd, maar waar je enorm veel liefde voelt en begrip en harmonie en noem maar op. Ja, moslim zal niet gauw in 26 de maagd Maria tegenkomen. Mm-hmm. Ja, want die energie wordt anders ingekleurd. Dat kan Mohammed zijn, dat kan een andere profeet zijn, dat kan iets vanuit zijn of haar achtergrond zijn. Ja, dus ook daar, dus mensen die spreken over en ik heb Jezus gezien, ik heb die gezien, ik heb Boeddha gezien en allemaal mooi, dat is een bepaalde energie die ingekleurd wordt, die ingevuld wordt door jouw geloofssysteem, door jouw achtergrond. Dus dat is 26. Het zijn nog allemaal, ik zou bijna durven zeggen, soorten energielagen waarbij dat jou, als je overgaat, dat jouw frequentie daar mee accordeert, mee harmoniseert en dat je daar terechtkomt. Je hoeft daar niet te blijven. Hè. Op een gegeven moment besef je van, ja, maar klopt het wel? En wat is de bedoeling? Misschien zijn dat vragen die jou bekend voorkomen, maar wat misschien is de had bedoeling? Ik naar Dutch Matrix moeten kijken in mijn leven. Ja, en waarom zit ik hier bijvoorbeeld? Misschien was die dino toch niet zo gek en die Rolf, hè? Of misschien heeft de Dutch Matrix ook een focus level in 25, waar dat ze allemaal ziet. Hè, dat ja, ook, dus, ook nog. Nee, maar dus op een gegeven moment klopt die vibratie voor jou niet meer en ga je verder. En dan heb je focus 27. En dat wordt The Garden genoemd, of The Park. En dat is een constructie waarbij dat... Ik zeg een constructie. Het is meer tangible, het is meer vast, tussen aanhalingstekens. Meer de energetische structuur die er is, is eigenlijk een energetische structuur die gecreëerd is door... De overeenkomsten in de geloofssystemen van alle mensen die er al zijn geweest en die nog komen. Het bestaat om niet. Om het duidelijk te zeggen. Okay. Dus, en veel mensen of veel culturen ervaren dat als park, als de eeuwige jachtvelden, als veel natuur. Wij ook dus, als je daar naartoe gaat. En daar zijn ook vaste plaatsen die ook eenzelfde functie hebben in alle mogelijke culturen en religies en wijsheidstradities. Je hebt daar plaatsen waarbij dat een soort ontvangcentrum, als je overgaat, dat je daar terechtkomt. Je hebt daar een healingcentrum, je hebt daar een teachingcentrum. Hoe moet ik dat voorstellen? Echt zoals op aardslevel, zo'n kantoortje, je komt daar binnen, even wat formulieren invullen? Dat hangt af van jou. Van jouw achtergrond. Ook dat, oké. Okay. Ja, dus hoe dat jij het gaat ervaren. Dus als er rust komt, dan krijgt hij deze letters. Okay. Dus hoe dat jij die energie eigenlijk vertaalt vanuit jouw geloofssysteem. Ja, dat je hebt duidelijk, logisch ook. En, maar het is wel een plaats waar dat je die op menselijk vlak redelijk gemeenschappelijk is. Ik heb door de Andes getrokken met een aantal shamanen jaren geleden. Ook dingen meegemaakt die niet kunnen in onze westerse opvatting. Hou maar vast, wil ik wel horen. Ja, nu, maar ik was in 27 op een gegeven moment en het was het ontvangcentrum, ik zal het ontvangcentrum noemen. En ik kom daar een van die shamanen tegen. En ik ben verbaasd hem te zien, hij is verbaasd om mij te zien. Ik zeg van, oh, wat doe jij hier? Ah, zegt hij.
begeleiden eigenlijk iemand, een oud vrouwtje, dat was overgegaan, was hij aan het begeleiden. Mm-hmm. Dus daar. Nu, voor hen zal... Voor mij was het op dat moment een soort zeer grote ruimte. Wit. Een beetje artificieelachtig zelfs. Waar dat veel mensen waren. Maar het was een ruimte, een overkoepelde ruimte. Dat was mijn invulling van dat schouwspel. De invulling van dat vrouwtje of van die sjamaan zal anders zijn geweest. Mm. Dus die zullen een andere achtergrond hebben gehad dan ik. Heb je hem ook gesproken later dan? Later? Nee, ik heb hem niet meer gesproken. Even voor mij duidelijkheid. Hè. Je bent een sjamaan tegengekomen die in fysiek level kon. Ja, dus ik heb 10 jaar geleden ongeveer zeker, was ik in Peru, heb ik daar met sjamanen rondgetrokken. Mm-hmm. En een van die sjamanen, die ik daar kende, heb ik later in 27 tegengekomen. En heb jij hem daarna gevraagd? Nee, dat heb ik niet. Bij andere mensen heb ik dat al wel gehad. Hè? Dus je hebt vaker gehad dat je iemand op fysiek level ergens tegenkomt en vervolgens even later belt, daarna zeggen we, heb jij zelf ervaren als ik? Kunnen ze zich dan dat ook herinneren? Dat is mijn vraag. Soms wel, soms niet. Oh ja, oké. Okay. Dat hangt ervan af. Want wij zijn voortdurend in alle mogelijke bewustzijnstaten en het kan een deeltje van jou daar zijn dat je de herinnering niet aan hebt. Dat kan. Ja, want Peter vertelde dat hij bijvoorbeeld dromen had, dat hij ook iemand van de Maya's tegenkwam in zijn droom. Uh-huh. En dan nam hij contact met diegene op en die zei, die kon gewoon zijn zinnen afmaken, wat ze in die droom besproken hadden. Ja. Dus dat geeft, ik zeg dat omdat het een soort van validatie geeft. Ja. Dat het geen fantasie is. Ik zou zeggen, het zijn geen dromen, het is een bewustzijnstaat waar je precies communicatie hebt. Duidelijk, duidelijk. En zoals ik de vorige keer ook heb gezegd, in 21 bijvoorbeeld, focus level 21, is een gemakkelijk level omdat jouw totale zelf, waar dat jij kan afspreken met iemand anders, zijn totale zelf, en dat je daarna weet van die conversatie, er is iets gebeurd. Mm-hmm. Als je wakker wordt, wordt er ook heel veel gefilterd en je vergeet je dromen ook natuurlijk, is logisch. Ga maar verder, ik wacht nog steeds op de reïncarnatie. Maar ik heb alle tijd. Tot 8 uur 's avonds, 9 uur. 9 uur is de avondklok. Jullie hebben een uurtje langer, hè? Dan blijf ik hier slapen. Ja joh, prima. Geen probleem. Dus, ik zal een bed voor je halen. Dus dat is 27, de park. En trouwens, dat is ook een programma Lifeline, waar dat we daar naartoe gaan en waar dat je dat kan zelf ervaren. Nogmaals, het zijn woorden, het zijn handvaten om jouw ervaringen te kunnen behappen. Hè? Dat is waar ik over spreek. En die focus level, dat gaat nog verder. Maar dan ga je eigenlijk, kan je zien dat je uit het systeem komt. Maar daar kunnen we straks nog over hebben. Ja, hoor. Maar over de dood en qua reïncarnatie zitten we bij die focus levels. Mm-hmm. Dus nu is het wel interessant om te weten van je gaat over. Dat reïncarnatiemodel, hoe zit dat een beetje in elkaar? Ja. Dat was de vraag ook. Hè? Ja. Dus nu, reïncarnatie. Ik ben al heel veel mensen tegengekomen, spirituele mensen, en die allemaal een reïncarnatiemodel voorstellen eigenlijk niet klopt. Als ik afga op mijn ervaringen en op ervaring van andere mensen die ik ken. Dus heel dat concept van vorige levens, dat klopt niet. Kan je misschien toelichten? Ja beste. En kan ik je een vraag erbij stellen? Want wat ik dus niet begrijp, is het volgende. Het is toch mogelijk dat ik eerder, ergens hier op aarde een leven heb geleid. Mm-hmm. En wat zeg jij daarop? Dat is sowieso niet mogelijk. Dit is de enige keer dat ik hier ben. Of is er een mogelijkheid dat ik bijvoorbeeld een slaaf was van Cleopatra? Persoonlijke slaaf. In de positieve zin. Nee, maar ik maak een geintje omdat dat vaak in de hypnosesessies naar voren komt, weet je wel. Dus is er een mogelijkheid dat ik hier vaker ben geweest? Of is dit de enige keer dat ik hier ben? Is een hele simpele vraag dan, zeg maar. Jij als dino... Als dino zijnde is de enige keer. Maar jij als dino bent een stukje van iets groter. En dat groter, dat is... Daarom dat ik spreek over dat totale zelf. Dus dat is eigenlijk jij bent deeltje van het totale zelf. Dat totale zelf noemt het een soort cluster. Een cluster van bewustzijn.
dat totale zelf, wat doet dat? Dat zorgt ervoor, dat heeft verschillende ervaringen. En die verschillende ervaringen, dat zegt van, goh, laten we een bepaalde ervaring, ik weet niet wanneer je geboren bent. Bosnië-Herzegovina. Maar wanneer? 27 mei 1984. Okay, laten we een stukje, we willen een bepaalde ervaring hebben, en waarom? Daar komen we nog toe. Een bepaalde ervaring hebben, laten we een stukje afvaardigen naar Bosnië in 84. En hups, Dino wordt geboren. Yep. Ja? Dus jij bent een stukje van dat totale zelf. Dus dat totale zelf, dat heeft niet alleen... Een fractaal van zichzelf daar naartoe gestuurd. Ja, dat is een stukje. Uiteraard. En dat blijft in verbinding staan. Nu, niet alleen dat... We gaan niet alleen Dino sturen, we gaan ook nog andere ook sturen. En die sturen overal, of die hebben allemaal die ervaring, laten we het even binnen het menselijk systeem houden, allemaal soort afvaardigingen, allemaal stukjes die ervaring gaan opdoen. Mm-hmm. En dat kunnen stukjes van jouw totaal zelf zijn die verspreid zijn over alle mogelijke tijden en tijdslijnen en historie. En die vinden tegelijkertijd plaats dan, of...? Als tijd niet bestaat, is het allemaal tegelijkertijd. Precies. Maar ook in deze tijdslijn kan het zijn dat er een stukje hier rondloopt met ongeveer dezelfde opdracht als jij, met dezelfde bedoeling. En dat kan je ontmoeten of dat kan je niet ontmoeten. Dat kan ook. Dus is dat een beetje dat is eigenlijk het concept. Dus je hebt eenvoudig uitgelegd, je hebt een totaal zelf. En dat totale zelf, dat gaat stukjes van zichzelf sturen naar... naar de aardrealiteit, noem het, en heeft daar verschillende levens. Natuurlijk, als jij inlogt op jouw totale zelf, dan kan jij inloggen op een ander leven van jouw totale zelf. Dat totale zelf, dat ben jij zelf, dus die herinneringen daaraan, die zijn heel reëel voor jou en die kunnen heel gedetailleerd zijn. Mm-hmm. En dat is wat wij dan verstaan onder vorige levens of toekomstige levens. Of. Mm-hmm. Dus is dat stukje Dino, die extensie Dino dan? Ja. Nee. Ja, het is Dino is deel van zijn totale zelf, dat ook stukjes ervaring hebt, waar je dus ook op kan inloggen en die dus heel reëel zijn. Dus je kan helemaal in zo'n leven duiken. En dat je het ervaart gewoon. Dat leven van jouw totale zelf. En dat gebeurt ook, want jouw totale zelf communiceert voortdurend met jou. En dat laat herinneringen soms, of symbolische levens of zo, laat dat de revue passeren waar dat jij informatie kan uithalen die nu relevant voor jou is. Oké, het begint iets duidelijker te worden. Heb ik nog een vraag zo meteen. Dus eigenlijk zijn er sommige levens niet persoonlijk van jouzelf, maar wel van een onderdeel van je totale zelf? Alle levens, zou ik bijna durven zeggen. Oké, heb ik nog een vraag. Ik ontdekte dat er iets niet klopte bij de reïncarnatiemodellen toen ik Dolores Cannon las. Ze was tientallen jaren bezig met mensen hypnotiseren naar vorige aardse levens. Mm-hmm. Totdat ze Paul, haar vaste hypnoseman die ze... waar ze therapieën mee deed, die ze ook dan in haar boeken beschreef, ineens hypnotiseert en zijn vorige leven scheen zich op een andere planeet te hebben bevonden. Mm-hmm. En toen vroeg zij van, is dit, zeg maar, ging ze vragen stellen en ze kreeg een antwoord dat Paul nooit eerdere levens heeft gehad op aarde. Mm-hmm. Maar toen was ze verontwaardigd, want bij de eerdere hypnosesessies was die Tweede Wereld was die van een vliegtuig afgeschoten. Als Fransman bleef die nog leven, is die afgemaakt. Hele gedetailleerde verhalen, elke keer op praatslevel. Zij zegt maar, toen dacht zij ook, er klopt hier iets niet, want ik heb er al eerder, heb ik Paul gehypnotiseerd met gedetailleerde informatie. Toen werd haar verteld, omdat Paul van een oorspronkelijk, laten we zeggen, goddelijk veld is ingelogd, heeft hij imprints, invoegingen gekregen van levenservaringen van andere mensen. Mm-hmm. En wat daar werd verteld, dat ze dat deden zodat hij makkelijker op aards level kon functioneren, omdat hij direct uit de bron komt. Nou heeft Martijn daar een ander idee over. Die zegt dat bewust is gedaan om ons in een concept van vorige levens te houden. Dus dat laat ik even open. Maar hoe ben jij bekend met die imprints, met die...
ja, manipulaties, of hoe je het ook wil noemen, of niet? Of, wat is daarmee aan de hand? Ja, er zijn veel. Er zijn inderdaad nu die imprints, of die manipulaties, je weet niet van waar ze komen of waarom dat ze er zijn. Dus daarom dat ik ook zeg, of dat is mijn houding daarin, dat ik sowieso zeg van vorige levens bestaan niet. Mm-hmm. Dus dit is mijn leven en dit bestaat wel voor mij. Oké. Okay. Dat kan een illusie zijn, een hologram en al wat je filosofisch er wilde over vertellen. Mm-hmm. Maar dat wil dus ook zeggen dat ik niet afhankelijk ben van die imprints en van andere levens. Nu onbewust, ja. Vermoedelijk wel, maar niet actief. Word ik daardoor geïnformeerd? Ja, dat kan. Maar als ik dat tegenkom op een bewuste manier, ga ik zeggen van, oké, ik heb heel duidelijke herinneringen aan iets, maar dat hoeft niet zo te zijn. En als je het eigenlijk doortrekt, want we spreken wel over vorige levens en zo verder, maar als je ervan uitgaat dat het allemaal een hologram is en dat tijd niet bestaat, ja, waar spreken we dan over? Ja. Dan is alles een imprint, alles is ingevoegd. Mm-hmm. Het is één grote komedie dan. Ja. Dus als je het extreem doortrekt, maar als je het toch een beetje in de verdichting gaat, waar we nu bezig zijn, mm-hmm. dan is het belangrijk dat je ook aan het concept van vorige levens, dat je daar geen energie aan geeft, dat je daar jouw autoriteit niet uitgeeft. Ik ken mm-hmm. mensen bijvoorbeeld die zeggen van, goh ja, maar in deze leven, ik zeg maar iets, Frans, ja, dat kan ik niet goed, want drie levens geleden heb ik in Frankrijk gewoond en heb ik mensen vermoord en dat ja. gaat. Ja, dat hoor je vaak, dat soort dingen. Dat is flauwekul. Oké. Okay. Nu, wacht. Dat is flauwekul en geen flauwekul. Ik bedoel, neem potverdorie jouw autoriteit... Ik wil niet vloeken, maar neem jouw autoriteit hier, in dit leven, en schuif... Wees niet het slachtoffer van vorige levens. Ga uit mm-hmm. je slachtofferrol. Het kan wel zijn dat jouw totale zelf, een van die levens... dat hij in Frankrijk is geweest, mensen heeft vermoord, weet ik wat, dat daar een zware energie aan hangt. Het gaat er niet over of dat slecht is of goed. Dat er een zware energie aan hangt. En door iets dat jij hier, doordat jij op een andere manier daar tegenover zelf dat gaat waarnemen, dat die energie zich kan transformeren. Mm. Dat is een ander verhaal. Ja. Ja. Ja? Want spiritualiteit zou zeggen, je hebt een karma af te maken, ja. Omdat je in je vorige leven ben je een racist geweest. Nu ben je in Afrika geboren. Ik heb dat ook een tijdje gedacht, want het leek mij logisch. Ik zeg je ook heel eerlijk dat ik dat echt een tijdje heb gedacht. Dus het zou een logisch gevolg, want we willen allemaal een soort van gerechtigheid. Dat programma zit in ons, al gaat dat nergens over, met kennis die ik nu heb. Maar goed, ik dacht ook bij mezelf van, als jij dingen hebt geflikt in je vorige leven... dan is het wel eerlijk om je daden recht te trekken. En daar worden die vorige levens door naar voren getrokken. En vooral dat karma. Ja. Ja, het zijn veel dingen tegelijkertijd. Dus rechtvaardigheid. Wie beslist wat rechtvaardig is, dat verandert doorheen alle tijden. Ja. Wat nu rechtvaardig is, was het 200 jaar geleden niet. Ja, dat is toen, ja. Als ik 200 jaar geleden, als ik tegen jou zou zeggen, goh, ja, ik moet wel op tijd thuis zijn. Die ken ik nog van die slaven. Ja, ja, voilà, dat vertelt je. Dus, ja, inderdaad. Ja, dus om maar dat concept te geven. Dus dat is één stukje. Ik ga eerst eens even over het reïncarnatiemodel, hoe dat Moreau het vertelt. Mm-hmm. En daar gaan we die karma aankoppelen. Prima. En dan wordt dat een beetje meer duidelijk. Dus... hoe ben je hier terechtgekomen? Je kan hier op verschillende manieren terechtkomen. Je kan hier komen uit nieuwsgierigheid, uit het feit dat je iemand komt helpen, dat je op de vlucht bent, noem maar op. Dus je bent een jouw totale zelf, een stukje, is bewustzijn dat bestaat in het universum. En wat gebeurt er op een gegeven moment? Voel je een bepaalde vibratie die volledig onbekend is voor jou? Je fladdert gewoon door het universum en je vangt een bepaalde vibratie op. Die is zo disharmonieus, die is zo apart, dat heb je nog nooit meegemaakt. Dus je begint erop in te loggen en je nadert. En dat is een soort, ja,
laten we zeggen, een soort golf waar dat je tegenkomt. En je gaat verder en je komt bij een volgende golf en die is nog sterker. Dan zeg je van, wow, wat gebeurt hier? Die vibratie die je oppakt, is eigenlijk de disharmonie van alle mogelijke gedachten die mensen hebben. Mensen hebben gemiddeld 90.000 gedachten per dag, waarvan dat 80-90% dezelfde zijn van de dag ervoor. En die cacophonie, dat is uniek. Dat is een enorme ruis die rond de aarde hangt. En die vang je op. Dus daar ga je naartoe. En dan, maar dan, je wilt verder en dan word je tegengehouden. Ik zeg het nu in stripverhaalvorm. In stripverhaalvorm, maar je wilt de aarde betreden? Ja. Er komt een je bent gewoon nieuwsgierig. Je bent bijvoorbeeld gewoon nieuwsgierig. En dan zegt er iemand, oh, wacht even, wat kom je doen? Het is maar een bewijzen van, ja. En zegt, daar beneden, goh, eigenaardig, nog nooit meegemaakt. Wat is dat? Ah, zegt hij, dat is de menselijke ervaring, dat is de aarde. Oh, ja, kan ik eens gaan kijken? Dat is moeilijk, ja, maar je zegt van, ja, ik maar eens eventjes, gewoon binnen en buiten. Dat is het. Ah, zegt hij, ja, dat is goed, maar voordat je dat doet, moet je volgende weten. Ten eerste, als je daar naartoe gaat, er bestaat zoiets als tijd daar. En oorzaak en gevolg. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar ja, het zal wel, hè. Plus, alles wat je nu weet, jouw herinneringen, ja, die moet je aan de kant laten. Dus als je daar terechtkomt, geen herinnering meer. Hoe erg kan het zijn? Ja. En nog iets, daar, als je daar leeft, leef je op jezelf. Je bent afgescheiden van alles en het hele universum. En het zal wel zeker, hè, bedoel. Spannend. Okay, ja. Zeg van, wat vind je ervan? Ja, oké, okay, ja, ik wil zeker aan kijken. Oké, okay, zegt hem. Nu, ik kan jou er wel naartoe doen, maar bijvoorbeeld de Herengracht in Amsterdam, een enorme wachtrij. Iedereen wil daar naartoe, dat is moeilijk. Mm-hmm. Beverly Hills, hetzelfde, kom je niet binnen. Maar je zegt van, ja, kan ik toch niet ergens terechtkomen? Ja, zegt hem, weet je, ik heb wel iets voor jou. We hebben in Afrika, in Ethiopië, hebben we nog wel plaats, daar kan je zo direct naartoe. Ja, oh ja. Ops. Je wordt daar gelanceerd. Je wordt daar geboren. En waar word je geboren? Je wordt geboren in hongersnood. Je wordt bij een gezin waar dat er al 13 kinderen rondlopen, bij van spreken, waar dat een helft overlijdt. Je honger, dorst. Je komt terecht in een klein lichaampje. En als Kant spreekt over trauma des geboorts, ja, dat is een... Over een geboortetrauma gesproken, dat is er een. Dus je bent een enorm machtig wezen dat ineens eenmaal in de verdichting komt. Je schreeuwt het uit. Je leeft een week, twee weken, drie weken, je overlijdt en hops, je bent terug. Dan zeg je van, wow. Maar er is iets veranderd. Waar je ervoor helemaal, je daalt af en je bent helemaal vrij van... Komt op de aarde, je gaat terug, je komt terug en je stijgt, het is maar een voorstelling, maar je stijgt niet meer zo hoog als dat je ooit begonnen bent. Mm. Dus je komt terug en jouw ontsnappingssnelheid is nog altijd hoog genoeg om te zeggen van ik ben hier weg. Mm. Maar op een gegeven moment buig je af en zeg je van ja, goh, dat was het toch niet. De aantal weken dat je hebt geleefd, heb je misschien bewust of onbewust een leeuw gezien, ik zeg maar iets. En dat zou je bijvoorbeeld willen verder onderzoeken. Dus je buigt af. Het is niemand die jou doet afbuigen. Jij beslist dat zelf. Oké. Okay. Dus het is niemand die jou dwingt. Mm-hmm. Maar door jouw ervaring buig je af en zeg je van en nu wil ik terug en nu wil ik goh, toch niet in 4 weken leven, maar ik wil toch iets serieus mensenleven en je gaat terug, bang. Je komt terug in die verdichting. Je maakt er iets mee, stelt dat je dan Zuid-Amerika leeft en lama's en weet ik wat, en je hebt daar een gezin en je bent een man en je sterft op je 40 en je komt terug en weer ga je hoog, ja. Maar niet zo hoog als de vorige keer. En weer zeg je van, ja maar... Als man, ik zou nu toch als vrouw willen, want die ervaring heb ik nog niet gehad. En je gaat terug. Je hebt nog altijd genoeg ontsnappingssnelheid om het systeem te verlaten. Ja. Maar toch beslis je zelf om terug te gaan.
En zo gaat het verder en zo. En ik wil Parijs zien, ik wil op de kameel rijden. En op een gegeven moment kom je onder een soort grens waarbij dat jouw ontsnappingssnelheid niet meer groot genoeg is om uit het systeem te gaan. Dan blijf je een beetje vastzitten. Ja, en jouw bewustzijn blijft hier vastzitten. Als ik heel even tussendoor mag. Heel naïef van mij waarschijnlijk wat ik nu ga zeggen. Maar dan heb je toch meerdere levens gehad. Ja, maar we hebben nu over dat totale zelf. Dus het is het totale zelf dat hier zit. En dat vaardigt een stukje af. Dat stukje komt terug. Hij is in Kenia geweest. En ups, ja. En ups en ups. Maar als die persoon bijvoorbeeld in zijn tweede keer dat hij hier is gehypnotiseerd wordt, kan die daarna die... Dat jongetje worden van Kenia, kan die daar contact mee leggen dan? Of, Dat zou kunnen. Ja, maar dan heeft hij dan toch een vorige leven gehad? Nee, dit is jouw totale zelf. Ja. En dat vaardigt stukjes af. En jouw totaal, dat komt, stukje komt terug. En dan is er een soort... Het is maar een voorstelling. Ja, ja, ja. En dan zeg je, maar we moeten ook de ervaring van een kameel hebben. Mm-hmm. Oh, ja. Dat is niet datzelfde stukje. Nee, ik snap hem. Ik snap hem. Het is een ander fractaal. Oké. Okay. Ja. Dus en dan kom je hier... vast te zitten of meerdere stukjes kunnen vastzitten. En op een gegeven moment, en dan hebben we het een beetje zoals we er juist in die andere focus levels ook hebben gezegd, van, goh, wat is de bedoeling en klopt dit wel en wat gebeurt er? En van zodra dat jouw bewustzijn op dat moment ook terug wat begint te verhogen, begin je terug ontsnappingssnelheid te creëren. Mm. En op een gegeven moment ben je er terug uit. Die ontsnappingssnelheid, dat wordt... bepaald door stukjes informatie die gebaseerd zijn op ervaringen die je hier hebt. Mm. Ja, die zorgen ervoor dat die andere stukjes ook ermee uit kunnen, dat die getransformeerd kunnen worden. En bedoeling is dat heel jouw totale zelf, maar ook dat totale zelf hoort weer tot een andere cluster, Mm. Maar dat dit stuk dan hier terug uit geraakt. Dat is een beetje het reïncarnatiemodel. Nu, als we dat vertalen naar karma... Ja. Ten eerste, karma is een term uit het boeddhisme, het hindoeïsme. En karma op zich betekent handeling. Handeling of daad of actie. Ja? En dat is een actie zowel in woorden als in fysiek als in gedachten. Waarbij dat de actie vanuit de gedachte, karma vanuit de gedachte, is de meest... is de meest belangrijke. Okay. Maar het gaat enkel over handeling. Er wordt niks, ongeacht het gevolg, dus er wordt niks over gevolg gezegd. Nu, hoe dat karma hier in het Westen wordt gebruikt, dat is eigenlijk pas geïntroduceerd... Karma is een bitch, zeggen ze hier. Ja, maar... Dat is in het Westen. Ja, maar dat is dus de gevolgen van de handeling, en of dat ze goed of slecht zijn, die zijn aan het begrip karma toegevoegd, eigenlijk door een theosofische kring van Blavatsky. Dat zijn de eerste die hebben gezegd van, karma betekent dit. En op die manier, wat gebeurt dan? Er komt weer een oordeel over. Van zodra dat er iets, een systeem, een geloofsovertuiging over jou oordeelt, klopt het niet. Niemand heeft het recht om iets over jou, te oordelen, wezenlijk, energetisch. Dus dat klopt niet. En karma in de betekenis dat wij het nu ervaren, of de betekenis die wij eraan geven, dat verschilt heel weinig van het katholieke mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. New Age. Ja, dus ook daar naam, is dat schuldgevoel, ook daarvan. Jij bent beladen met schuld, met karma, met zonde. Je bent niet goed zoals dat je bent en je moet verlost worden door iemand anders. Precies. Of door zoveel levens te lijden. En dezelfde flauwekul. Die naam die je net noemde, volgens mij heeft die ook veel met occultisme te maken, of niet? Blavatsky. Ik heb die wel eens voorbij. Ik weet niet veel over die persoon. Maar volgens mij is hij ook verantwoordelijk voor het invoeren van New Age, eigenlijk wat die vrijmetselarij en ook nou, niet echt exact, maar meer die richting? Of, Niet vrijmetselarij, maar Blavatsky heeft de Theosofische Kring opgericht. Dat was in de jaren 1800 en zoveel. Nu ook dat... Dus Theosofie, Sophia, de wijsheid, Theo, de leer van de wijsheid. Uh-huh.
Maar waarbij ze ook nog altijd uitgaan van een opperwezen. En okay. waar ze ook nog uitgaan van de verlosser. Dus op een gegeven moment wordt Krishnamurti in India uit een reeks kandidaten geselecteerd. En die zou dan op een gegeven moment verlosser moeten worden van de mensheid via de theosofische kring. Maar Krishnamurti zegt op jonge leeftijd al van, niet met mij. En dat gebeurt niet. Maar de theosofie is niet van de jaren 1800. Nee. Die is van ervoor al. Ik denk dat de eerste theosofische filosofen in de derde eeuw na Christus al actief zijn. Dus dat gedachtegoed is al veel ouder. Maar dat terzijde gelaten. Maar dus karma, hoe dat wij het bekijken, dat komt eigenlijk vandaar. Maar ook daar word je dus weer klein gaan, wordt zwaar. Als je dat vertaalt, denk even aan dat reïncarnatiemodel, en je komt daaruit en stel dat je iets hebt meegemaakt. Je draagt een rugzakje met energie mee, laten we het zo zeggen. Zwaardere energie. Zwaardere energie, je buigt af, die jou terug hier houdt. Ja? Zolang dat je die zwaardere energie niet op een of andere manier gaat transformeren... Mm-hmm. Ja, en hoe doe je dat, transformeren? Zitten. Gewoon door wat wij onder andere bezig zijn. Gewoon bewust zijn hoe het werkt. Gewoon bewust zijn, anders beginnen waarnemen, zodat je zware energieën kan transformeren, zodat je daar lichter kan maken, zodat je daar de lading zodat kan afnemen. Zodat je hoger weer terug kan komen. De lading eraf gaat. Dat is heel duidelijk. En dat is, en zo zou ik dan... Dat is eigenlijk het model voor mij dan, van karma. Ja. Dus dat je dat... Dus niet bijvoorbeeld, even een voorbeeld, Adolf Hitler... Mm-hmm. Die de religie zou zeggen, hij is in de hel. Mm-hmm. New Age zou zeggen, hij wordt geboren als een rat in zijn nieuwe leven. Mm-hmm. Wat zou jij zeggen? Waar is hij nu? Niet dat je dat per se weet, maar wat zou een... Ik ben hem nog niet tegengekomen. Wat is jouw visie daarover? Ik denk niet dat jij denkt dat hij in de hel is of als een rat geboren is. Ik denk dat jouw visie daar dan wel anders over zou zijn. Veel hangt samen van hemzelf dan, hoe dat hij daarin stond. Nu, dat is een gevoelig onderwerp. Nee, maar goed. Ik zou zeggen, als je vanuit jezelf van overtuigd bent dat je niks verkeerd hebt gedaan, of dat je je dingen hebt ideologie. Gevolgd. Je ideologie of jouw overtuiging hebt gevolgd op een, laten we zeggen, positieve manier. Of dat dan wat Hitler hij dan is, denkt. Of nu Hitler is of iemand anders. Dan hangt het ervan af waar je terechtkomt. Dus theoretisch gezien zou je een goed persoon kunnen hebben die zo in een angstmodel zit dat hij eigenlijk onwijs een goed persoon is in dit leven, maar zichzelf aanpraat dat hij hele slechte dingen doet. Die zou zichzelf zo zwaar kunnen maken, wat je zegt. Ja. Zou het zichzelf in een andere realiteit moeilijker kunnen maken. En aan de andere kant heb je een Hitler die bewijzen van overtuigd is dat hij het goede heeft gedaan. Geen energetische lading heeft en dat die eigenlijk makkelijker hier doorheen zou kunnen, theoretisch bewijzen van. Het is ook perceptie. Wij zien, nogmaals, het is een gevoelig onderwerp, maar ik kan er toch iets over zeggen. Hier, kan het wel. Dus de Tweede Wereldoorlog, het verhaal wordt altijd verteld door de overwinnaar natuurlijk. Ja. Ja? Dus stelt dat de andere kant was gewonnen, hadden we een heel ander verhaal gehad. We hebben ook in Duitsland zijn er 2 miljoen vrouwen verkracht door de geallieerden. Wordt ook nooit verteld. Niet alleen in Duitsland, ook in België en overal. Er zijn ook concentratiekampen van de Amerikanen geweest in België en zo. Dus dat weet ik niet eens. Nee. Maar dat is iets anders. Mm-hmm. Nu, maar de perceptie, bij ons is het... als je dan toch even over een Tweede Wereldoorlog... Kijkers zijn het gewend, hoor. Ze weten er wel wat van. Vertellen. Ik ga niks zeggen over wat dat goed is of waar of slecht. Nee, maar ze vertellen niks door, hoor. Dus blijf tussen ons allemaal. Als je even gewoon kijkt naar dan de historische feiten van deze tijdslijn, laten we het zo noemen, dan de oorlog is verklaard door Churchill. Klopt, dat weet ik. Begonnen. Hitler wilde het niet, die wilde nog met Engeland onderhandelen. Ja, dus die heeft Hess gestuurd naar Engeland. En dan... Ongeluk had hij gemaakt, Hess. Ja. Hè? Dus Hitler heeft ook toestemming gevraagd om Polen binnen te vallen. Oh. Net zoals dat Saddam Hussein Bush toestemming had gevraagd om Kuwait binnen te vallen. Mm. Dus het gebeurt nooit als een feit op zich, dat zijn afspraken. De reactie die daarop komt,
ja, dat is meestal iets dat de agressor op dat moment niet heeft verwacht. Ik zeg niet dat... Geen oordeel over niemand. Maar gewoon als je dat bekijkt. Dus je kan zien wie heeft de oorlog verklaard, gestart. Dat is Groot-Brittannië geweest. Dat is Duitsland geweest. Ja. Ze zijn wel een agressor. Gevolgen, ja. Aan de andere kant, Duitsland was een heel andere koers aan het varen dan al de anderen. Dus, ze waren sowieso heel ver met technologie en zo. Ja, hè? Dus dat was ook een angst. Maar het gaat gewoon over de perceptie. Dus ik kan je ook afvragen, als je een Hitler en een Churchill hebt. Ja, voor ons is Hitler de personificatie van het kwaad. Ja, maar Churchill heeft ook miljoenen doden op zijn geweten. En die Chinese koning, de 60, nog 5 keer meer dan Hitler, wordt nooit over gepraat. En Rusland, Stalin, ook 20 miljoen of 25 miljoen. Maar die behoort tot de geallieerden, dus op dat moment was dat een goeie. Dus het is allemaal de perceptie. Maar als je, ongeacht het verhaal er rond, ongeacht het kader er rond, ongeacht wat er wordt over verteld, als je vanuit jezelf gaat en jouw eigen drijfveer en je houdt, je bent zuiver of zuiver niet, je ervaart het als lichte energie, ja, dan kom je ergens anders terecht dan wanneer je het echt zwaar maakt. Mm-hmm. Mm-hmm. En er wordt dikwijls aan mij gevraagd ook van, en wat met mensen die zelfmoord plegen? Ja. Waar komen die terecht? Kom je altijd in de hel of in 23? Of dus als je iets zou vertellen over vage vuur, 23 heeft alle elementen of kenmerken van het vage vuur. Oh. Maar ook daar, het hangt er vanaf hoe dat je daarin staat. Ja. Ja. Zelfmoord, euthanasie, de daad op zich, daar is geen oordeel over. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Natuurlijk, de mensen die zelfmoord plegen, die zitten meestal niet in de meest vrolijke energie wanneer dat ze het doen. Dus als het doorgaat, men komt terecht in die zwaardere lagen. Maar als je helemaal... Bewust zelfmoord zou plegen. Maar op een manier met respect voor alles en in een lichte... Mm-hmm. Met een lichte energie, zal ik zeggen, dan moet je niet in 23 terechtkomen. Nog een vraagje. In hoeverre bepalen wij waar we geboren worden, wie onze ouders zijn... En daaraan vastgekoppeld is dat er mensen invalide geboren worden. Spiritualiteit zegt, je hebt bijvoorbeeld in vorige leven iemand invalide gemaakt, nu moet je dat terecht trekken. Zou je dat eens kunnen beantwoorden? Bepaal je zelf in wat voor lichaam je komt? Of bij welke familie je incarneert? Dat durf ik eigenlijk niet zeggen. Ik weet dat ik heb dat lang ook gedacht... Van, maar je kiest dat zelf, je kiest je ouders zelf. Totdat ik bij mezelf eens heb gevraagd, van waar heb ik dat idee? En dan bleek dat toch niet het geval is. Of dan had ik daar geen bewijs voor. Wat ik wel persoonlijk heb meegemaakt, ook als ik buitenlichamelijk was en in andere tijden ben terechtgekomen, is dat ik wel mensen die ik nu ken, ook daar kende. Maar op een andere manier. Mm. Dus ik heb bijvoorbeeld mijn familieleden zaten in een andere verhouding. Oh, toch? Waarbij ik niet de vader was. Oh, toch? Maar ja. Dus dat heb ik wel gemerkt. Nu, dat was een ervaring van mij, van mezelf. Mm-hmm, mm-hmm. Dus ik heb de indruk, zal het zo zeggen, dat er wel... Dat je zijn er nu stukken van hetzelfde, niet van jou totaal zelf, maar van ook iets dat er boven hangt, dat toch interageert? Die indruk heb ik wel. Ja. Maar of dat je echt zegt van, ik word daar geboren. Ja. Ja, ik vraag me af, ik ga er nog steeds van uit. Ik weet trouwens ook niet hoe jij daarover denkt, hebben we het niet eens over gehad. Ik ga daar wel, ik hou dat als optie, laat ik het zo zeggen, voordat ik mensen ook weer in mijn eigen geloofssysteem probeer aan te smeren. Dat we toch wel in een gekoloniseerde matrix aarde zitten. En is het dan mogelijk dat er een soort van grensbewaking is, laat ik het zo noemen, van intelligenties, die besluiten neemt? Want je zei ook net van, hey, bij de Herengracht is er geen plek, maar daar wel. Ja, wie bepaalt dat? Ja, voilà. Wie zijn dat die dat bepalen?
Dus er is inderdaad, en die bewakers van deze, we hebben het vorige keer operatoren genoemd, die ook de scenario's en de constructies, door in alle culturen vind je die ook terug. Ook, neem bijvoorbeeld in het katholicisme, de bewakers van het geloof, dat zijn ook de engelen. Ja, keepers of the garden. Ja, en bij, in de Andes-traditie, dat ik nu toevallig een beetje beter ken, qua shamanisme, zijn dat de apus of de apukuna. Apus, dat zijn vogels met een mensenkop. Dat zijn... Oh ja, dat je in Egypte zie je dat natuurlijk. Voilà. En in Sumerië en in Egypte heb je ook die voorstellingen. Dus, soms en, blauw zijn ze, ja. Blue avians. En alles wat en de overeenkomsten zijn... overal waar je die bewakers ziet, zie je ook vleugels. Ja, en ik heb wat over die vleugels gehoord. Daar zit een trillingsveld achter die eigenlijk onderdanig werkt. Ja, en dus overal waar je vleugels ziet, en ze zitten ook in symbolen. Dat is even een zijsprongertje, maar het logo van de Verenigde Naties... Ja. Dat is geen lauwerkrans, dat zijn twee vleugels. Ja, heel dus, veel. Dus overal zie je dat. Klopt. Dus dat zijn inderdaad die bewakers. Nu, als je hier terechtkomt en je bent langs de klassieke weg gegaan of je bent overgegaan, dan blijf je eigenlijk grotendeels in het systeem zitten. Er wordt ervoor gezorgd dat jouw energie terug geïnjecteerd hier wordt. Mm-hmm. Ja. En je passeert een planningscentrum waar je dan... contracten sluiten over wat er zou gebeuren. In je aankomend leven? Ja. Oké. Dus vandaar die contracten. Alsjeblieft, ook daar, wees geen slachtoffer van de contracten. Je hoeft niks te tekenen. Nee. En je lees de kleine letters. Lees de kleine letters. En als je hier terug terechtkomt, verbreek dan alle contracten. Ja. Dus, en dat is, dus je bent hier gekomen in een situatie dat je het hier op een of andere manier, kom hier terug en begin alle contracten te verbreken. Mm. Dat kan je doen. Ik heb ooit een meditatie gedaan waar je echt diep die contracten ging verbreken. En ik had jaren geleden, en ik had toen over het fenomeen van zwarte helikopters gehoord. Mm. Ik had erover gehoord, maar ik dacht, ja, zwarte helikopters, dat zal wel... Dus ik ben buiten in de tuin en ik ben die meditatie aan het doen. En die gaat heel diep, die gaat door verschillende lagen van de aarde. En op een gegeven moment hoor ik zo, zie ik drie zwarte helikopters boven mij. Ja, dat is... Ik dacht van, wow. Ja. Dat is wel bizar, drie meteen ook, ja. Ja, dus niet dat er eentje toevallig vliegt of zo. Nee, het waren drie, ze blijven ook zonder hangen. Kenteken of iets. Nee, ja. Dus echt van, oh, wat is dat? Nu, wat dat is, waar het komt, dat kunnen manifestaties van, weet ik wat zijn. Kan holografisch zijn. Dat was de eerste keer dat ik dacht dat ik ze was tegengekomen. En net op het moment dat ik daarmee bezig was. Ja, dat is bizar. Ik heb ze ook wel eens zien vliegen, maar niet op die manier. Maar dan ben je dus met de grenzen van het systeem bezig. Dan ben je iets aan het verschuiven dat hun opvalt, niet zint. Ja. Dat opvalt, blijkbaar. Ja, en kijk, dat is nou juist de vraag. In hoeverre is er daar nog vrije wil? Die contracten, voor mensen die het niet weten, spirituele wereld moet het kennen. Channelingwereld ook, is dat na je overlijden word je eigenlijk, even in mijn woorden gezegd, een soort van naar een kamer genomen waar je kosmische familie zit. Laten we even buiten of het echte kosmische familie is of niet. En van, hey, je hebt je dingen goed gedaan of niet goed gedaan, maar volgend leven dient dit en dat nog te worden afgerond. Nou, de vraag is natuurlijk van, ja, in hoeverre word je verleid door je onwetendheid? Moet je inderdaad een contract tekenen of niet? Maar ik wil je wat vragen uit onze persoonlijke ervaring. Ik heb het idee dat wij onbewust een contract hebben getekend in dit leven. Ik ga het kort vertellen. Mijn vriendin was zwanger. En ik had het idee om een zoontje, had ik altijd al, ik wilde hem Donnie noemen, door film Donnie Brasco. Nou, en zij vond die naam ook wel tof. En op een gegeven moment, ze was nog zwanger. En ze zegt tegen mij, Dino, ik heb een hele rare droom gehad, maar niet lachen. Ik zeg, nee, ik lach niet, want ik neem deze shit serieuzer dan jij denkt, hoor. Ze zegt, ik heb in mijn droom, en ze heeft hele duidelijke dromen. Dat is niet normaal. Ze heeft ook dromen in andere dimensies, dat ze met mij samenvecht tegen andere wezens. Alleen ze gelooft er niet zo in. Zij ziet het echt als een droom, terwijl ik het serieuzer neem dat zij zelf doet. Laatste tijd neemt ze het wel weer meer serieus. Goed. Zij zegt tegen mij, ik was in mijn droom met Maria aan het whatsappen. Dus over telefoon. En Maria zei, vroeg aan mij van,
Jullie hebben je zoontje de naam Donnie gegeven, maar zouden jullie hem ook naam Joshua willen geven? Van een christelijke ding. Nou, mijn vriendin vertelde dat. En ik had zoiets van, ik was ook helemaal niet bekend met deze dingen. Dus ik had zoiets van, ja, laat het even bezinken. Ik ga daarna gaan we voetballen. Met een paar jongens. En we kwamen een speler tekort. En was een jongetje aan het spelen. Ik zeg, joh, wil je meedoen? Ja, hij doet mee. Ik zeg, wat is je naam? Hij kwam bij ons in het team. Hij zegt, Donnie. Zeg, oh, dat is toevallig, weet je wel. We gaan spelen. We gaan voetballen. Kwartier later, een van onze jongens blesseert iemand van de tegenpartij. Die kon niet spelen. Dus dat jongetje zegt, hey, die vriendje van me, die kan wel meedoen. Oké, die komt. En pas einde van de wedstrijd of zo. Ik zeg, joh, wat is jouw naam? Hij zegt, Joshua. Dus ik denk, hey, dit is een teken dus, dat ik het blijkbaar moet doen. Hm. Nu denk ik, om heel eerlijk te zijn, dat het wel eens waar een soort van misleiding zou kunnen zijn. En ik vraag maar aan jou van, ja, wat heb ik nou in huis gehaald? Wat is jouw idee daarover? Heb ik een soort van onbewuste contract met ze getekend? Want nu ik dit allemaal weet, en dat Maria en dit en dat, vraag ik me af, hebben we een onbewust een contract getekend? Wat denk jij daarover? Ik denk dat het ook te maken heeft met de energie waarmee dat je het hebt gedaan. Als dat is van, ah ja, we moeten dat doen omdat Maria dat vraagt, dan... Nu, het eerste is van, als je dat op je mobiel telefoon in een droom ziet te whatsappen, wetenschap heeft nu beweert dat je niet kan dromen over mobiele telefoons. Moesten zij gelijk hebben, in dit geval, dan is het toch iets anders. Ja. Nu, als dat vanuit een autoriteit is gezegd, Maria, ja, dan... Ja, mij zegt het niet veel. Dan klopt het niet. Als je zoon heeft Joshua benoemd, ik weet niet... Dat is de tweede naam. Ik weet niet... Joshua, wat de lading is van die naam? Joshua is eigenlijk de man die Ark des Verbond, met Ark des Verbonds de wegen, dacht ik, vrijmaakte voor de Joden om het beloofde land te kunnen oversteken. Ik kan het fout hebben hoor, sorry mensen als ik het niet goed zeg. Ja, het is een Joodse term. Een Bijbels verhaal. Oh, ja. En we hadden zoiets van, onlangs dat we niet religieus zijn... mijn vader is moslim, die is ook niet religieus, maar op papier. En mijn moeder is christen. Het komt in al die religies voor. Zo dachten we toen. Ja. Van als we Joshua geven, is iedereen ook tevreden. Ook een beetje voor anderen gedaan, zeg maar. Niet dat mijn ouders dat vroegen, hoor. Maar... Als je dat met die intentie voordien hebt gedaan, je kan die intentie ook, de energie die erover ligt, kan je wijzigen. Mm-hmm. Dus je kan nu ook zelf een bekrachtiging doen daarop of zo? Een energetische lading. Of ze neutraliseren wat dat er oorspronkelijk of onderliggend zou opliggen. Mm-hmm. Dat je dat wegneemt. Ja. En dat je dat vrijlaat of dat je dat door Donnie zelf laat invullen. Ja. Ik zou het op die manier doen, want dat kan je. Ik bedoel, je bent krachtig genoeg. Ja, ik ben er ook helemaal niet bang voor. Het is meer nieuwsgierigheid. En maar soms zitten de misleidingen erin, want je kan onbewust dingen tekenen die je niet doorhebt, bewijzen van, weet je wel. Dus in dit geval zou ik dat misschien durven doen. Zeker. Heb ik nog een vraagje? Hoe denk jij over het... Darwin-theorie en dat Anunnaki-verhaal. Wat denk jij zelf dat daar is gebeurd? Of is hier ook met tijdlijnen gespeeld, waardoor ons verleden zo en zo door de war is gegaan, omdat alles tegelijkertijd bestaat? Zijn wij eerst apen geweest hier, wij mensen? Ik ken er sommigen die eerst apen. Ik zelf niet, maar ik ken er wel een paar. Ja. Maar hoe zie je die interventie van die Anunnaki? Zie je daar wat in? Of in Darwin-model juist? Of heb je een eigen visie daarover? Ik zal eerst even over Darwin. Darwin zelf heeft, dus dat is een evolutietheorie nog altijd. Is nooit bekrachtigd geweest, nooit bewezen geweest. Die theorie is een ideologie geworden in de 19e eeuw, omdat dat heel goed uitkwam op dat moment voor machtshebbers en zo. Darwin zelf heeft de rest van zijn leven brieven zitten schrijven, aan de bel zitten trekken om te zeggen dat zijn theorie niet klopte. Oh. Ja. Mm. Dus ik heb zo'n paar brieven, niet van hem oorspronkelijk. Ah ja, wel, kopies. Maar. Mm-hmm. Dus hij heeft de rest van zijn leven getracht om dat te ontkrachten. Nu, het was al te laat, het was een ideologie. Dus geloof ik dat de mens
van een aap afstamt, goh, stel dat je van een aap afstamt, dan stam je af. Afstammen, dat is dat, hè. Dat is een aap en jij stamt af, hè, van een aap. Oh, ja. Dat is afstammen. Hey. Dus de kopie is altijd minder dan het origineel. Ja. Dus, en als je dan afstamt van die aap, ja, dan stam je af van de meest stomme aap. Die is uit een bom gevallen en is er niet terug ingekropen. Dus nee, ik bekijk het zo niet. Ik vind het veel logischer wat oudere volkeren bijvoorbeeld zeggen, dat de huidige apen dat de afstammelingen zijn van een vorige mensheid. Dat de mensheid juist in een... Maar dan zou de mensheid juist steeds minder intelligent geworden zijn naar een aap zijn geworden. Dat de andersom. Huidige apen afstammelingen zijn van een vorige mensheid. Ja. Want wij zijn, als je... ook in de tradities, wij zijn de vijfde of de zesde mensheid op dit moment. Er zijn al verschillende mensheden geweest. Dus dat vind ik een veel logischer verhaal. Mm-hmm. Dus ik ga niet mee... Ik stam niet af van een aap, zeker niet. Dus daar ga ik zeker niet mee. Het is eerder dat je... Wat mijn ervaring meer is dat je een... zoals ik er juist heb met die geboorte, dat je een enorm wezen bent dat hier in die verdichte materie, in dit fysieke lichaam, bent terechtgekomen. Mm-hmm. Kunnen dat ook dieren zijn? Dat je besluit om een vogel als ervaring te doen? Daar wil ik heen, want misschien heeft iemand besloten om een aap te zijn in zijn ervaring. En is dat misschien ook... Iemand, het is altijd bewustzijn. Dus het kan sowieso zijn dat jouw totale zelf, en dat is ook zo vermoedelijk, dat zegt van, oh, we willen zowel ervaring van een aap hebben, als van een hond, als van een mens. Daar kan je ook voor kiezen, bij wijze van. Het zijn allemaal stukjes ervaring die er overal zitten. Snap ik, ja. Om een voorbeeld te geven, dat is een verhaal van Bob Moreau. Op een gegeven moment komt hij ook in 27 terecht en hij komt in een soort wachtkamer. En ziet daar verschillende zitten. En er zit ook iemand die enorm enthousiast is. Van, oh, ik ga naar de aarde, ik ga naar de aarde. Zegt Bob. En je bent zo enthousiast. Ja, het gaat fantastisch zijn, want ik ben altijd al een hond geweest en nu word ik voor de eerste keer mens. Die is al eerder op aarde geweest waarschijnlijk. Dus dat is een stukje bewustzijn dat een ervaring had als hond en dat nu ervaring ging hebben als mens. En wat was de oorspronkelijke vorm van die persoon, vraag ik me dan af? Wezen. Bewustzijn, hè? Totale zelf. Totale zelf, oké. Okay. Want je hebt er juist ook gezegd van met Dolores Cannon, dat er mensen zijn die al verschillende levens kunnen hebben, maar dat de eerste keer op aarde was. Ja. Dat klopt dus. Het is niet zo dat jouw totale zelf enkel menselijke ervaring hebben. Er kunnen ook reptielen in zitten. En er zitten er vermoedelijk tussen. Er zitten er ook anderen zitten. Er zitten andere rassen tussen. Mm-hmm. Een van de trainers van het Moreau Instituut zelfs, die heeft... Dat is een vrouw. Die heeft tot haar... Die heeft haar eerste levens... Tot haar 30 jaar ongeveer... Is die met artificiële intelligentie bezig geweest? Heeft hij aan Harvard gestudeerd, aan het MIT? Heeft hij in Groot-Brittannië gezeten? Heeft dan de Gateway gedaan? Mm-hmm. De Gateway Voyage. Heeft dan contact kunnen leggen met haar kat. Ze is met haar kat beginnen praten en heeft al mogelijke ervaringen gehad. Dus ze zei van, oh, wat gebeurt hier? Zij heeft dan dat probeert ook te verklaren vanuit haar wetenschappelijke achtergrond. Is trainster geworden van het Moreau Instituut. Is helemaal de andere kant op gegaan. En, of een bredere kant, en is dan erachter gekomen, heel haar bewustzijn open, weet waarom dat ze hier is, wat dat ze hier komt doen, haar ervaring, wanneer ze gaat overlijden, dat weet ze allemaal. Mm-hmm. En dat is ook niet zo onlogisch, want zij heeft ook herinnering aan meer dan 11.000 vorige levens. Zo. 11.800. Oh, ze weet exact ook. En dit is haar eerste menselijke leven. Mm. Die 11.800 zijn allemaal levens in andere beschavingen, in andere realiteiten, waar dat ze herinneringen van heeft. Ja, en haar systeem, haar methodologie, is blijkbaar dat ze overal eenmaal terechtkomt. En dus natuurlijk is het wel heel interessant om te kijken van dat ze hier op aarde als vrouw is geboren.
En een vrouw staat veel meer in contact met de totaliteit dan het mannelijk aspect. Moeder aarde. Dat ze eerst, onder andere, dat ze eerst wetenschappelijker is gegaan dan, in dit geval met het Moreau-instituut, in contact is gekomen. En dat ze dan helemaal ook klaar is. Dat ze eigenlijk op het einde van haar leven kan zeggen van ja, ik weet hoe dat in elkaar zit, ik moet hier niet aan vasthouden. Dat ze ook nog altijd genoeg ontsnappingssnelheid zal hebben om naar het volgende te gaan. Interessant. Wat er ook aan de hand was, en dat zie je van verschillende kanten van mensen die aan hypnosesessies doen, en dat zie je nu echt massaal, is dat er gewoon heel veel mensen geen vorige levens inderdaad op aarde hadden en in hun hypnosesessies constant hebben over het herstellen van de aarde of dat ze hier zijn omdat we in een speciale tijd leven, dimensionale shift. Ik stel voor dat we misschien een kleine pauze nemen. Goed. En dat we misschien met die dimensionale shift, dus de bewustzijnsverschuiving, hoe het in sommige modellen wordt verteld, ascensieproces, kijk hoe je daar tegenaan kijkt. Oké. Okay. Top mensen, we komen zo bij jullie terug. Groetjes. Oké, welkom bij de tweede deel. Ja, dat ging snel, hè? Hoe heet het? Laatste aantal afleveringen hebben jullie als kijker ook kunnen constateren dat we een beetje bezig zijn geweest met de shift waar veel over wordt gesproken. Verandering in ons bewustzijn, ascensie naar een ander level. Er zijn verschillende ideeën daarover en ik ben benieuwd hoe Rolf hierover denkt. En laten we meteen even beginnen, die dimensionale shift die in complotwerelden, spirituele werelden, New Age, noem het maar op. Zelfs oude religies, Maya's hebben we het ook over gehad. Dat dit toch de profetische tijden zouden kunnen zijn. En enigszins kan ik mezelf daarin vinden, want er zijn veel herkenbare punten die je nu terugziet. Er gebeuren dingen. We leven in een soort van een film. En het is niet vreemd dat ook mensen deze tijd als een speciale tijd zien. Dus ik vroeg me af hoe jij daarover denkt. Het verhaal van speciale tijden en van shift is een verhaal van alle tijden. Wat bedoel ik daarmee? In 2000 jaar geleden was er daar de Messias, toch voor een deel van het Joodse volk. In het jaar 1000 dachten de mensen ook dat de wereld ging vergaan, dat er iets nieuws kwam. In het jaar 2000 ook, in 2012 ook. Dus voortdurend is er wel een stroming op een of andere manier die zegt of die denkt dat er een shift is. Wij vinden dit speciale tijden of extreme tijden. Je kunt ook zeggen van 40 jaar geleden. 40 jaar, het is al lang. 70 jaar. 70 jaar geleden. Tweede Wereldoorlog. Was ook redelijk extreem. Ja. 100 jaar geleden was het ook redelijk extreem. Mm-hmm. Dus zitten we in aparte tijden qua extremiteiten en qua energie? Ik denk het niet. Mm-hmm. Als je het verstandelijk bekijkt, denk ik het niet. Nu, wat mij wel opvalt, er is toch een verschil met vroeger, is dat wat we nu meemaken, dat globaal is, wereldwijd. Neem de Tweede Wereldoorlog. We spreken over wereldoorlog, maar ja, niet heel de wereld was betrokken. Als jij in Peru ergens woonde, in een of ander dorp... Zwitserland. Of Zwitserland had je weinig last, maar ook bijna heel Zuid-Amerika. Ja, die vochten niet mee. Er gebeurde niks voor die mensen. Dus zelfs die wereldoorlog was niet wereldwijd. Wat we nu meemaken met heel dit circus, is dat het wel wereldwijd is. Mm-hmm. Je ziet iedereen, men draagt mondmaskertjes van Peking tot in Vladivostok en van Londen tot in New York. En van Cusco in Peru tot in Groenland. Dus en dat is iets dat wel redelijk uniek is, in zover dat we historisch kunnen terugkijken, is dat het echt een wereldwijd fenomeen is. En dan stelt zich onmiddellijk de vraag, of bij mij toch, van... ja, waar leidt men de aandacht vanaf? Is er toch een soort window of opportunity, energetisch, qua bewustzijnssprong of gelijk wat, waar dat men massaal de focus van het menselijk ras van afleidt
op dat als je daar zou ingaan of je er toch mee in contact zou komen, dat er toch een grote shift zou kunnen gebeuren. Nu, dat gezegd zijnde, denk ik dat, dat er wel iets bezig is. Anders zou het niet zo wereldwijd of globaal gebeuren. Dus er is iets aan de hand. En als ik dat... Dat van die shift is ook niet alleen in alle wijsheidstradities of van alle tijden. Het is ook iets dat ik al zelf heb meegemaakt. Ik heb er juist verteld over die focus levels. Mm-hmm. Die verschillende bewustzijnstaten. Er is ook focus level 34, 35. Daar ben ik ook geweest. Als je daar naartoe gaat, dan kom je eigenlijk bij de aarde. En rond de aarde zijn allerhande intelligenties, entiteiten verzameld. Je kan ermee in contact komen. Dus je hebt er ook, noem het ruimteschepen, maar ook gewoon zonder ruimteschepen. En je kan ermee in communicatie. En zij zitten te wachten op een shift. Mm. Op een energetische verandering die uniek is. Dus gelijk met wie dat je daar communiceert, het is een uniek en ze willen er allemaal bij zijn om dat mee te maken, want het is iets dat je normaal niet meemaakt. Er is geen tijdsperk of er is geen jaartal bijgegeven. Of dat heb ik ook niet gevraagd. Wordt meer verwacht op een actie misschien? Het is een energetische shift. Mm-hmm. En iedereen wil erbij zijn, alle mogelijke intelligenties. Dus natuurlijk, dat wil zeggen dat dat concept van die shift, zowel in deze realiteit al gedurende duizenden jaren als daar... Dat is er wel, dat concept. Ja. Maar wanneer dat gebeurt of hoe, dat weet ik niet. Mm-hmm. Aan de andere kant, zoals ik er juist zei, ik heb wel de indruk dat we in een soort cruciale situatie zitten, omdat het wereldwijd wordt de aandacht afgeleid. De menselijke focus, de menselijke creatiekracht wordt weer op iets anders gefocust. Dus ik heb de indruk dat op dat vlak wel een soort window of opportunity is, maar enkel en alleen dat je het zelf doet. Mm-hmm. Niet dat er iemand dat voor jou gaat doen, of niet iemand die deze huidige situatie gaat afbreken of teniet doen of ongedaan maken. Het begint altijd bij jouzelf. Mm-hmm. Het is nu, als je dan toch gelooft in shifts, het is nu dat je het zelf in handen neemt, de autoriteit pakt en de shift persoonlijk begint teweeg te brengen. Je wacht niet op iemand anders, je wacht niet totdat er... een of andere profeet jou komt verlossen. Je wacht niet tot dat een of andere buitenaards ras jou komt verlossen. Je wacht niet op gelijk wat. Nee, je doet het zelf. Mm-hmm. Doen wil niet zeggen dat je er actie moet in ondernemen. Doen wil zeggen geen fysieke actie, maar actie energetisch. Dat jij begint te shiften. Als jij begint te shiften, kan alles beginnen shiften. Ja. Dat is mijn... Zo sta ik er meer in. Ja, vind ik een heel interessante, want... Als we van kwantumfysica uitgaan, hoort het ook zo te gaan. Want pas als het in jouzelf gebeurt, heeft het effect op de fysieke wereld buiten. Ja. En plus, ik vind nu, als je dan toch met bewustzijn bezig bent en je wilt een shift teweeg brengen, is het nu wel de moment. Omdat het heel zwart-wit is. Ik heb het ook al eens tegen iemand gezegd van, dit zijn gezegende tijden als je met bewustzijn bezig bent. Dus toch wel. Ah ja. Dat werd een paar honderd jaar niet gezegd? Nee. Nu wel, omdat het juist zo extreem is. Ja. Ben je met bewustzijn? Ja. Je hebt nog twee keuzes. Ofwel volg je alles wat er van autoriteit wordt gezegd en geef je autoriteit weer uit handen, je eigen gezag, of je doet het niet. En dit is een echte zwart-wit situatie, een wereldwijde zwart-wit situatie, waar dat jij jouw autoriteit nu eindelijk eens kan claimen voor jezelf. Energetisch. Ja. Ik zeg niet dat je hier op de barricades moet gaan staan of zo. Het gaat over energetische claimen. Ja. Jij maakt je vrij van wat dat een externe autoriteit oplegt. Ja, en als bijvoorbeeld genoeg mensen dat doorhebben, mm-hmm. en ze zouden bijvoorbeeld in groepjes gaan staan, mm-hmm. een soort collectief veld opbouwen, zie je daar iets in? Groepjes... In dit materiële aardse model niet. Alle mogelijke groepen die met alle beste intenties zijn begonnen, hebben nooit iets grote bereikt. Miserie. Nu, ik geloof wel meer in het concept van samen voor onszelf. Ja, met eigen inbreng. Ja, dus dat je echt vanuit
de eigen autoriteit, vanuit de eigen autonomie. Jouw unieke kracht. Je shift, ja, jouw unieke kracht, jouw authenticiteit, jouw originaliteit, dat je die claimt en naar buiten brengt. En dat iemand anders, die dat ook doet, dat je elkaar op die manier ondersteunt zonder dat je hulp nodig hebt. Of dat je ergens lid van moet zijn. Zonder dat je niet lid van moet zijn, ja. En dan kan het evengoed zijn dat je die persoon elke dag ziet of eenmaal in maakt ook veel verder wanneer, niet uit. Want die link is er, die support is er. Je hebt eenzelfde soort draagveld. Mm-hmm. Maar niet in groepjes van dat we gaan zeggen van ja, maar jij moet dit en we zijn met dit bezig. En och, als je er eens één keer niet bij bent, ja, maar dat klopt. Ja, dan word je uitgeschreven. Nee. Dat hebben we in het verleden eigenlijk genoeg ervaring mee gehad. Ja. Kijk, we zijn veel groepen geweest die al in de jaren 70 dit soort dingen hebben gedaan. In de hippie-tijd. Nu weten we dat dat ook invloeden van New Age waren. Dat het achteraf natuurlijk ook vrij weinig zin had. En bovendien, niks tegen hippie-tijd hoor. Het was superleuk. Maar het waren ook niet echt mensen van actie in de zin van... het was meer jointjes roken en muziek luisteren, ja. Toch uiteindelijk. Laten we eerlijk zeggen. Ja, inderdaad. Maar als je zegt van het is de weg, de geestelijke weg of de weg van bewustzijn, als je dat pad begint te bewandelen, dat is een weg van werken. Dat is een weg van iets doen. Dat is, mm-hmm. dat is niet van passief ergens inzitten, dat is effectief iets neerzetten. Mm-hmm. Ja, dus niet vanuit je persoonlijkheid, niet vanuit dat je hier iets moet realiseren in deze realiteit. Nee, dat gaat over een ander. Ja. Maar je doet het wel door het te leven. Dat is het eigenlijk. Ja. Je doet het door het te leven. Ja, duidelijk. Denk jij, je vertelde net dat je in die focus levels op een gegeven moment ook... Ja, je krijgt toch meer zicht dan van het dit aards level. Dat is wel duidelijk. Die schepen die je daar zag, hoe ervaar je dat? Is dat even echt zoals wij zitten hier, zoals fysiek? Dat je dat gewoon zo ziet? En mijn vraag daarbij meteen is van... Gaan wij in dit leven, denk jij, we doen geen voorspellingen, ooit nog in contact komen met of onze kosmische familie of überhaupt de buitenaardse intelligenties, denk je? Gaat het nog gebeuren? In contact komen met buitenaardse intelligenties, dat kan je altijd doen als je dat wil. Hè? Of als je nou, meer op massaal en fysiek level, dat ze hier zeg maar verschijnen. Goh, ik heb er twee. massaal en fysiek level. Goh, ik heb er twee dingen. Ten eerste, als je hangt er een beetje vanaf wie dat verschijnt. Als het beschavingen zijn die ruimteschepen nodig hebben om hier te komen, zijn het primitieve beschavingen. Oké. Want jij als mens hebt geen ruimteschip nodig om naar het einde van het universum te reizen met je bewustzijn. Klopt. Dus die komen uit andere matrix of zo? Ik weet niet, maar als dat is, als ze met ruimteschepen zouden komen... Daar heb ik zoiets van redelijk primitief. Ja. Als zij ook als zij de huidige structuren van de machtsstructuur van de aarde en vooral heel het piramidespel van autoriteiten en parlement en noem maar op, als ze zich confirmeren aan die structuren en ze stellen zich in contact met de leiders van deze wereld, hè, ja. Met Mark Rutte bijvoorbeeld, en die gaat dan zeggen wat dat de bedoeling is. Dan klopt het ook niet. Nee, ze zullen niet met hun... Dan klopt het niet. Dus dat kan wel een fysiek contact zijn dat zich zal manifesteren. Er zijn bepaalde theorieën en bepaalde verhalen die zeggen van dat een fase is die op komst is, waarbij dat buitenaards zich gaan vertonen. Terugkomst van de goden, wat ook terugkomst in de profetische... Terugkomst van de goden, en dat ze dan een reeks zaken gaan oplossen. Het kanker genezen. Vrije energie. Vervuiling tegen. Weet ik het wat dat ze gaan doen. Ja. En dat op dat moment gaat de mens zeggen van... Oh, wow, wordt de mens weer al gered? Mm-hmm. Ja, want we zijn slachtoffer. Wordt de mens weer al gered en ga je weer je energie, je autoriteit, jouw creatiekracht, geef je weg... aan buitenaardse. Niet aan Mark Rutte deze keer, maar aan buitenaardse. Ja. Dus op dat vlak geloof ik het niet. Als dat gebeurt, laat het dan een groot
rood signaal zijn, alarm signaal van, dat is het niet. Aan de andere kant, dat zijn niet de enigste jongens die rondlopen, er zijn nog anderen. Mm-hmm. Nu, buitenaards contact, ja, dat kan op het moment dat, dat jij niet in de slachtofferrol ziet, dat het vanuit gelijkwaardigheid gaat en dat de buitenaards contact jou ook niet gaat behandelen van dat je gered moet worden. Maar dat die gelijkwaardigheid, die evenwaardigheid er is. Natuurlijk, omwille van al onze constructies, onze geloofsovertuigingen en wat men jou van jongs af aan heeft wijsgemaakt, en mij heeft wijsgemaakt, iedereen wijsgemaakt, dat de kennis en autoriteit ligt altijd buiten jou. Je hebt altijd anderen nodig om iets te doen, om geholpen te worden en noem maar op. Zolang dat je in die geesteshouding zit en niet je eigen autoriteit weer claimt, ja, wat gaat dat buitenaards contact, dat echt buitenaards contact, degene die energetisch op een juiste manier vibreren, laten we het zo zeggen, ja, wat is de meerwaarde voor hen dat ze hier zouden komen? Dus ik denk, het is meer dat als jij in sync gaat leven met wie dat je echt bent, vanuit je wezen gaat leven, dan dat wil zeggen dat je niet gaat beïnvloed worden of veel minder door al mogelijke geloofsconstructies die er onvermijdelijk blijven. Hè? Want je bent nog altijd mens in deze realiteit. Ja. Je kan je niet van alles ontdoen. Vergeet nee. dat. Nee. Maar toch dat je gevrijwaard wordt of dat je zo breed mogelijk gaat, dan hebben zij een reden, dan hebben zij een opening, om het zo maar te zeggen, om hier wel te komen. Mm-hmm. En dat is meer mijn indruk. En dat gaat via een andere manier, hè? Niet via reizen op verre afstanden. Nee, maar dan kunnen ze hier wel komen. En of dat ze dan in eerste instantie dat ze hier bij jou komen en een soort communicatie gaan geestelijk, dat kan. Gaan ze zich hier ook, gaat het hier ook fysiek komen? Dat kan ook. Ja. Dat weet ik zelf niet, maar ik denk dat dat de ingang is. Voor mij zou dat de ingang zijn. Als buitenaardse rechtstreeks met jezelf contact opnemen, dan klopt het. Want dan respecteren jij, jouw autoriteit en jouw gelijkwaardigheid, niet alleen ten opzichte van hen, maar ten opzichte van heel de mensheid. Ja. En dat is een heel ander verhaal. Maar natuurlijk, wij zelf ook, we zitten voortdurend in allemaal constructies, waardoor dat, misschien zijn ze al voortdurend van alles aan het doorzenden, of dat we gewoon niet opvangen, of verkeerd interpreteren, of... Dat kan ook allemaal. Misschien is er ook een gevaar voor hun om hier te komen. Heb ik ook zelfs in Dolores haar boeken gelezen dat er beschavingen waren die hier kwamen en vast... In, ja, eigenlijk wat je net ook vertelde, vast in de Matrix kwamen. Oké, ons totale zelf, kan je ook zeggen, is van buiten dit, is hier ook gekomen. Ons bewustzijn dat wij hebben gekoppeld aan deze lichamen, komt ook van ergens anders. Ja. Je kan hier vast geraken en het is zelfs zo... Dus ik heb daar net gezegd dat bij dat reïncarnatiemodel, de disharmonie van al die gedachten en alles, dat is een enorme sterke energie. Die is niet gecontroleerd, want wij denken, we hebben voortdurend invallen en gedachten waarbij dat we niet van bewust zijn. Dat is op dat moment dat is energie die je uitzendt, maar dat is heel sterke en soms ja, snijdende energie voor wezens die dat wel beheersen in harmonie zijn, ja, komt dat heel hard over. Dat kan hun kwetsen. Ja. Dus vandaar dat we ook trouwens bij in de programma's een techniek leren, een reball, waarbij dat je energie bij jou kan houden. Ook als je in contact bent met andere intelligenties, dat je die eigenlijk niet beschadigt of dat je die geen pijn doet, onbewust, maar dat je dat bij je houdt. Dus dat zijn... dus die kunnen hier verstrikt geraken, maar ook nog eens als ze persoon met jou contact leggen, door jouw ongecontroleerde emoties ook nog eens geraakt worden. Mm. In het verleden, gaan we even terug naar die Anunnaki-verhalen, blijkt het in hoeverre we de geschriften moeten geloven, want ook die kunnen gefalsificeerd zijn. Ik weet dat het een heel ingewikkeld verhaal is. Kan ook uit andere tijdlijnen zijn neergezet. Mm. Ook de stukken van Zachariah Sitchin. Maar... Ja, er wordt naar verwezen dat er toen wezens waren, noem het maar reuzen, en die gewoon tussen de mensen leefden. Mm-hmm. Nu niet meer. Acht jij dat mogelijk? Dat het kosmische astronauten waren die ook echt tussen de mensen geleefd hebben? Dat kan. Je vindt verhalen van reuzen en voorstellingen van reuzen door in alle tradities ook.
In Egypte worden die farao's groter afgebeeld dan de andere mensen. Misschien was dat wel op echte, was dat wel een echt formaat, die zekere dingen, Amon en zo, die werden groter en die had ook die ja, schedel toe te gaan. Schedel. Ja. Dus wie weet waar ze effectief zo groot. Maar dan heb je door in alle tijden heb je verhalen over reuzen. Ja. Dus, en ook in de Bijbel staat het, de zonen van de goden worden als reuzen voorgesteld, die dan de vrouwen van de mens gingen... Gevallen engelen. Ja. Dus ja, het zou me niet verwonderen. Er kwam veel techniek aan te passen ook. En er zijn ook toch afbeeldingen die toch sterk lijken op buitenaardse schepen, die, weet je. Dat zie je ook inderdaad overal. Zowel in Zuid-Amerika in die tempels als in Egypte zie je voorstellingen van buitenaardse schepen. In Rusland zie je voorstellingen. Bij de volken uit Siberië zie je dat. Oh ja? Ja, je hebt in China zijn stenen gevonden uit de prehistorie waar dat er afbeeldingen op zijn van zonnestelsels en van sterrenstelsels en zo verder. Dus over heel de wereld krijg je informatie zijn, die eigenlijk niet klopt. Of batterijen uit voormalig Iran en zo. Ja. Dus je hebt overal technologie die Stargates. Daar, precies, ja. Die blijkbaar toch al is geïmplementeerd of geïnjecteerd geweest. Of dat dan nu als gevolg van tijdslijnen zijn die elkaar kruisen, of dat is ingevoegd, of dat is om verhaal te creëren. Vroeger dacht ik van, wow, er zit veel meer achter en er is al veel meer. En we zijn, of is het een overblijfsel van een vorige mensheid of van twee mensheden geleden? Kan allemaal. Maar zoals gezegd, dat zijn verhalen ook. Hè? Ja, zeker. Ja, wij laden alleen de mogelijkheden in. En ja. Ik ben zelf ook onderzoekende. Eigenlijk zijn we allemaal nog steeds onderzoekende. En je probeert gewoon wat scenario's in te laden. Ik vind het wel interessante theorie, om het zo maar te zeggen, is dat als je kijkt naar de... laten we ervan uitgaan dat Nefertiti en die tijd, dat aan schedels te zien, toch geen echte mensen waren, oorspronkelijke mensen, als we daarvan uit zouden gaan. Ze hebben zich wel als goden voorgedaan tegenover ons, terwijl ze dat niet waren eigenlijk. Het waren gewoon andere beschavingen. En ze hebben daar hun profijt uit getrokken. Ze hebben mensen eigenlijk als slaven gebruikt, enigszins kennis gegeven. En ik ben nu met een onderzoek bezig hoe dat zich heeft doorgetrokken. Onder andere ook naar religies, zoals bijvoorbeeld christendom, eigenlijk alle religies. Dat er eigenlijk een god wordt gecreëerd uit niks. In dit geval was Nefertiti wel een buitenaards wezen. Maar eigenlijk, als je bij jezelf denkt van ja, zijn we er beter van geworden? Doordat we... zijn we daar beter van geworden of niet? Het lijkt me niet als het een echte god was. Je zou zeggen dat we in een wat leukere tijd zouden leven met gelijkwaardigheid. Want zij zaten op de grote troon en wij waren, ook die mensen van toen, toch slaven, staat ook in de Bijbel. Ik zie daar geen gelijkwaardigheid in. Ja, inderdaad, dus zijn mensen die doorheen alle, of mensen of goden of entiteiten, wezens, die doorheen alle tijden hebben bestaan om het systeem mee te controleren en vorm te geven. Koningshuizen, farao's, zijn er allemaal bloedlijnen, onderdeel van. Bloedlijnen, nakomelingen. Zijn er allemaal onderdeel van dat systeem, waar we het de vorige keer over hebben gehad, om die lust te oogsten en het systeem in stand te houden. Dat zijn die, van zodra dat er iets is dat, waar dat je bij... Dat er geen gelijkwaardigheid is, waarbij dat jij je autoriteit buiten jou ligt of moet afgeven jouw creatiekracht en of dat je compromissen moet sluiten zodat oorspronkelijke energie wordt opgesloten en zich kan vormen tot trauma's, dan klopt het niet. Nee, en dat trok ik dan door in de tijd van wanneer Jezus zou bestaan, was Romeinse Rijk daar met onder andere leider Titus en die heeft vervolgens, en ik ben dit echt goed aan het uitzoeken, gewoon dezelfde militaire tactiek toegepast door gewoon ook door verbranding van oudere boeken van Alexandrië onder andere door een nieuwe bibliotheek in Vaticaan neer te zetten met een nieuwe vorm van eigenlijk Cleopatra en daar hebben ze vorm Jezus van gezet en in die documentaire gaan ze ervan uit, dus ik ga daar niet van uit, ik zeg alleen wat ik daar heb gezien, dat Jezus in dat geval überhaupt niet heeft bestaan. Maar dat het gewoon een militaire operatie is geweest. En dat zeg maar dezelfde verhaal uit de tijd van... ik dacht, Cleopatra, uit die Egyptische tijd. Dat het gewoon een beetje aan is gepast. Om mensen ook
in een houding te zetten, wat je nu bij New Age en spirituele modellen ziet, van dat ze niet in opstand komen tegen de Romeinen. Ja. Daar waren ze vooral heel erg bang voor. Want het is toch vreemd dat, Jezus, zeg maar, laten we zeggen, Joods is, en dat de Vaticaan zich in Rome bevindt en niet in Israël. Dat zijn wel vragen die ik me nu ga stellen. Ja. En dat het ook nog eens astrologisch terug is te herleiden, dat die maagd Maria ook wel eens sterrenbeeldmaagd zou kunnen zijn. Mm. Waar alles uit is ontstaan. En dat vind ik dan interessant om dat verder uit te zoeken. En het woord evangelie is ook een Grieks woord. Mm. Evangelios. En dat betekent goed nieuws uit de oorlog of iets dergelijks. Dus ja, je gaat je echt dan afvragen van, ja, is het mogelijk dat het überhaupt niet heeft bestaan? En waarom zou je die scène ook niet erin kunnen laden? Want daar mag je ook niet over praten. Een scenario dat die helemaal niet zou kunnen hebben bestaan. Maar dat het eigenlijk een militaire operatie is geweest om de mensheid onder controle te hebben. Ja, wat hij zegt is inderdaad, kan inderdaad heel goed zijn. Nu, Jezus als historisch figuur, er zijn amper geschriften over het feit dat hij heeft bestaan. Andere... Ook in de Griekse oudheid of door Griekse geschiedkundigen wordt hij niet vernoemd. Ook in andere geschriften wordt hij eigenlijk ook niet vernoemd. Als je denkt dat hij zo'n impact zou hebben gehad, ja, kan je afvragen of dat hij effectief heeft bestaan. Aan de andere kant, het ideegoed, als je de autoriteit, het instituut dat het heeft gemonopoliseerd via de katholieke kerk, als je dat even weglaat, je kijkt naar de oorspronkelijke ideeën van wat dat Jezus zegt, dat zijn wel oorspronkelijke ideeën die overeenkomen met shamanisme, de gnostici, waarbij dat die persoonlijke relatie van het individu naar God, dat de enige link is, of naar een andere kracht, of naar buitenaards, of wat je het ook wilt noemen. Maar dat het uitgaat van jezelf. Zoals we de vorige keer hebben gezegd, Koninkrijk Gods is in jou. Christus, dus daar energie. Daar ligt de kracht. Dus ben jij, het is niet de rest. Dus het idee hoe dat eigenlijk door Jezus wordt gepersonifieerd in het Nieuw Testament, dat is een oud en fundamenteel ideeënhoed dat ook getransformeerd is geweest door een instituut als de kerk. Mm-hmm. En zeker als je het bekijkt... Nieuw Testament, Oud Testament, dat zijn twee verschillende goden. Is helemaal iets anders. Ja. Dus in dat opzicht zou ik zeggen, van, als je dan toch zegt van ik wil in Jezus geloven, heel goed, geloof dan, geef je kracht er ook niet aan weg, aan Jezus, maar beschouw het als een metgezel, als een gelijkwaardig figuur, vanuit jouw wezen, vanuit jouw energie, die relevante dingen heeft gezegd en waar dat je te samen mee kan lopen. Dus als jouw voetsporen die van Jezus volgen, of is goed, maar volg wel je eigen voetsporen. Die kunnen een tijdje samenlopen, maar als die uit elkaar lopen, is het ook goed. Ja. Dus voorafgoot dat ook niet. Ja. Ze gaven in die documentaire ook aan dat... het kruissymbool eigenlijk pas in het jaar 600 kwam. Dat überhaupt daarvoor niet was. En dat het ook op een psychologische wijze is gedaan. Er was natuurlijk geen bewijs, maar als jij 100 jaar lang jouw bibliotheek constant aan het opbouwen bent en oude gegevens vernietigt, na 100 jaar, na een generatie, weten mensen het al bijna niet meer. Hè? Toen hadden niet de techniek om alles na te checken. En ze hebben dan bewust ook... Er zijn 49.000 verschillende christendomstromen, waardoor je in een doolhof zit waar gewoon geen uitweg is. Want dan zeggen ze, ja, maar die vorm van christendom zegt dat. Maar één opmerkelijk iets wat ze vertelde is dat ze expres Jezus dan aan een kruis hebben hangen, omdat ze weten dat mensen empathisch vermogen hebben en medelijden gaan krijgen met die figuur op de kruis, waardoor ze uit medelijden gaan geloven ook. En sowieso niet tegenspreken, omdat de mens niet zo is. Als die iemand ziet lijden, wil die hem niet gaan ontkennen. Dus dat vond ik wel interessante dingen. Ik ga dat zeker mensen trouwens goed uitzoeken. En als ik het goed onder controle heb, zal ik er een podcast over maken. Ik weet er niet genoeg over, maar het is wel interessant. Zeker interessant daarover. Nog een vraagje waar we het graag over, wat ik graag van je zou willen weten. Vorige keer toen we hier waren, was de show klaar. En toch kwamen we op Mandela-effect. Okay, ja. Mensen die hebben waarschijnlijk een aflevering gezien over Mandela-effect. Meest hebben het gezien, maar voor mensen die het niet weten... We hebben bepaalde herinneringen die
Je herinnert je bijvoorbeeld bepaalde dingen die achteraf niet of wel zijn gebeurd. En daar zijn verschillende voorbeelden van. Als je dat niet weet, we hebben een aparte aflevering daarover. Maar ik zou graag van jou, Rolf, willen weten hoe jij denkt over het Mandela-effect. Ik heb jaren geleden de theorie over gehoord. En dan blijf erbij, het is altijd interessant om het zelf te ervaren. Dan ben ik, voor mij zijn er vijf gebeurtenissen die voor mij onweerlegbaar bewijs zijn dat het voor mij bestaat. En bij die vijf zijn er drie films. Dus één film is... Als kleine jongen ben ik naar James Bond Moonraker gaan kijken. En ik weet nog, ik was klein, ik was in de jaren 70 zeker, dus ik zat met mijn vader in de cinema. En ik weet nog een van die eindscène van waar dat Jaws, dus Moonraker stort neer en Jaws komt eruit, nog als één overlevende, dat totaal niet ken natuurlijk, maar met zijn tanden. En die beet mensen met zijn tanden, heeft een haai zelfs met zijn tanden doodgebeten. En die komt daaruit en daar staat een jong meisje zo met vlechtjes. Je denkt van, wow, wat gaat er nu gebeuren? Want hij grijnst zo met zijn tanden. Maar zij grijnst terug. En wat blijkt, ze heeft een beugel. Ook met allemaal ijzer. En er wordt romantische muziek gespeeld. En ze vertrekken samen. En ja, dat is eigenlijk een enorme grappige scène. Een joke. Mm-hmm. Als je dat nu gaat terugkijken, dan heeft dat meisje geen beugel niet meer. Die film is nog altijd, die scène is hetzelfde, maar die beugel is weg. Ja. Maar die scène slaat op niets meer. Nee, want dat was de grap juist. We hebben hem ook behandeld in onze aflevering toevallig. Dus dat was één film voor mij. Tweede film voor mij was The Philadelphia Experiment. Mm-hmm. Er is een film in de jaren, ik heb dat ook als jongen gezien, een film uit de jaren 50 of 60, The Philadelphia Experiment. Ik dacht dat het met Cary Grant was. Dus er bestaat ook nog een film nu met Philadelphia en iets anders. Maar dat is in 1984 kwam dat. Dat is een ander verhaal. Ja, maar ook een met Cary Grant. Okay. Dat is een ander verhaal. Maar ik heb daar het Philadelphia Experiment gezien, toen met mijn vader. Ik was nog jong. En waar dat de eindscène is, dat ze komen terug met het schip dat was verdwenen. Maar op de kade staat dan ene die hun in het begin had uitgewuifd. En die komt als oude man. Komen ze die terug tegen. Die komt dan toch naar de kade. En dat is eigenlijk dat is de slotscène. En toen heeft mijn vader over het Philadelphia-experiment zitten praten. Nu, ik heb dat onlangs, ik denk naar aanleiding van wat jij erover had verteld, ben ik die film terug gaan opzoeken en ik vind die niet meer terug. Dus die film uit de jaren 50, 60, die bestaan niet. Dus dat was voor mij ook van, oops, dat is weer iets. Dan een derde film is The Sound of Music 2. Ik ken de eerste ook niet. The Sound of Music. Ken je niet? Dat is een heel bekende. Ja, waarschijnlijk kijkersfilm. Ja, dus misschien als ik hem zie, hoor. Dat is een musical met Julie Andrews en de familie von Trapp. Sound of Music 1. En jaren geleden zei er iemand... Ik ken iemand die echt fan was. Dat is ondertussen... 30 jaar geleden. Ik zei, heb je ooit een 2 gezien? Oh, nee, bestaat er een 2? Ja. En die is dat gaan opzoeken, die vond dat niet. Ik heb dat ook gaan opzoeken. Sound of Music, ook op IMDb. Je vindt geen Sound of Music 2. Maar je zou hem wel kunnen vertellen uitgebreid waar die over ging en alles. Uitgebreid niet meer, want ik was nog kind. Maar ik weet, de beginscène... Dus de eerste film, dan vluchten ze. En de tweede film begint dat ze over de Alpen zijn, dat ze in een dorpje komen en dus ik heb die gezien. Ik ken nog andere mensen die ook hadden gezien. En ik vond het heel leuk. Een van de mensen die de Gateway heeft gedaan, die zei van, mijn vader zegt ook dat hem de Sound of Music 2 heeft gezien. Dus ik was blij dat er toch nog anderen zijn die het zien herinneren. Maar in deze tijdslijn bestaat het niet. Dus dat waren drie films. Dan is er nog eentje dat ik... dat is De Moord op Kennedy. Mm-hmm. Dus in mijn tijdslijn, zaten er 4 mensen in de auto. Ja. En nu zitten er 6 in. Ja, dat is sowieso bizar. Dus, en ook als je mensen
als ik dat mensen vraag, en zeker van onze leeftijd, ik vraag van, oké, zeg eens hoeveel dat er mensen in de auto zitten. Ja, bij al die mensen, die beelden zijn op het netvlies. Mm-hmm. En die zijn allemaal 4. En als je nu gaat kijken... Ik herinner me ook 4, want... We hebben door ons leven lang altijd wel referenties naar die gewelddadige scène wel gezien. Nooit 6. Dus, en nu zijn het er 6. En dan nog eentje dat ik wil vertellen. En dat heb ik zelf voor mijn ogen zien gebeuren. Het was in 2019. 2 april, 3 april. Ik ben s'avonds nog op mijn computer aan het kijken en... Ik was toen een beetje in de ban van Harley Davidson en zo. Ik had een Harley dan. Zat je bij de Hells Angels? Nog niet, nee. nog niet. Wel... Soortgelijk iets. Ja, voilà. Zat u daar? Maar ik was aan het kijken en op een gegeven moment, ik ben op internet en ik klik op iets en tussen Harley en Davidson verschijnt er een streepje. En daarvoor was dat niet. Ik dacht van, oei, dat is een verkeerde schrijfwijze. Dus ik ga verder kijken, maar ook op het logo staat op dat moment overal een streepje tussen Harley en Davidson. Ik zeg, dat kan niet, want ik weet zeker dat het niet is. Je was ermee bezig, daar let je wel op. Dus ik ga, het was 11:30 s'avonds, ik ga naar beneden en ik ga kijken naar... En op de benzinetank tussen Harley en Davidson staat er een streepje. Wow. Man, dat ken ik. Ik heb een jas. Dus Harley. Dus ik bel naar een vriend van mij die ook een Harley had. Ik zeg, staat er tussen Harley en Davidson, staat er een streepje tussen? Ja, nee, natuurlijk niet, zegt hij. Ik zeg, ga eens kijken. Hij is gaan kijken. Zeg, shit, ja. Meen je dat? Ja. Wat is er hier gebeurd? Dus dat is... Nu, het grappige is... De tijdslijn waar we uitkomen, is dat op 2 en 3 april gebeurd. Als je dat nu gaat opzoeken, of ik heb dat daarna opgezocht, een paar weken daarna, van Mandela-effect Harley-Davidson, in de tijdslijn waar we terecht zijn gekomen, is het streepje een paar jaar ervoor bijgekomen. Even kijken. Ja, dat is een brainkraker. Ja. Zo. Ja, het is ook alleen als je het zelf echt meemaakt en ziet. Ja. En ik denk, ik refereer altijd naar spiegeltje aan de wand. Dat kan iedereen zich herinneren. Mirror, mirror on the wall. Ja. Dat gewoon nooit is gezegd in die tekenfilm achteraf. Terwijl de Nederlandse vertalingen het gewoon wel spiegeltje nog hebben en alles. Zoveel parodieën zijn erop gemaakt. Heb je enige theorie hoe dit zou kunnen? Is dit iets met tijdlijnen, experiment? Of, ik kan... vermoedelijk wel, ja. Heeft iets met tijd te maken. Mijn indruk is, dit zijn randfenomenen. Dat zijn bijwerkingen van een hoofdtijdlijn die men wil veranderen. Stel dat men zegt van, ja, we willen dat Trump verkozen wordt, we willen dat Trump niet verkozen wordt. Dus dan moeten we iets veranderen in het verleden, zodat dat wel of niet kan gebeuren. Dus dit zijn bijwerken. Dat zijn side effects van een grotere stroming, in mijn ogen. Nu, wat interessant is, ik heb... Via het Monroe Instituut. Er zijn ook mensen die met remote viewing noem maar bezig zijn geweest. Ik heb ooit een rapport gezien van CIA en van Militaire Inlichtingendienst. Dat is een rapport uit 1978. Dat was een rapport opgemaakt voor de Joint Chiefs of Staff. Dat wil zeggen, het is een rapport dat werd voorgesteld aan het hoofd van de luchtmacht, het hoofd van de landmacht, het hoofd van de zeemacht en aan de president. Dus 4 en 5 sterren generaals en de president. In dat rapport staat een beschrijving van verschillende fasen van paranormaal onderzoek en vermogens die men aan het ontwikkelen is binnen de Amerikaanse geheime diensten. In 1978 staat dat er zijn 13 fasen gedefinieerd. En in de laatste fase voorziet men dat men binnen afzienbare tijd zowel het verleden als de toekomst kan wijzigen. Niet alleen voorwerpen in het verleden plaatsen, maar echt daar het verloop van de geschiedenis kan veranderen. Interventie daarop plegen. Ja.
Dus dat staat letterlijk in dat rapport aan de Joint Chiefs of Staff. Officiële documenten. Ja, officieel documenten. En als ik toen ik dat zag, dacht ik van, nou ja, ben ik aan het ondertussen. Mm-hmm. Mm-hmm. Het zou kunnen dat, dat er bijvoorbeeld bij die alternatieve tijdlijn net iets anders is. Het zou kunnen dat er constante strijd is om tijdlijnen, misschien van de rassen die nog veel langer hier bekend mee zijn. Mm-hmm. En dat er zo en zo vanaf daaruit ook met onze tijdlijnen zeg maar, dingen gebeuren. Het is. Maar ook daar, je kan, als je op een tijd, als je spreekt over een tijdlijn, dan zit je, ben je in één richting aan het kijken. Dat kan zo'n tijdlijn zijn. Dat, of we ja. kunnen springen op een andere, of we kunnen springen naar die. Is er een hoofdtijdlijn? Ik weet niet of er een hoofdtijdlijn is, maar als je van boven begint te kijken, kan je al die tijdlijnen wel zien. Oh ja. En kan je. Als je heel de constructie ziet, heel het proces ziet, dan kan je wel zeggen, we gaan daar interveneren om dat effect te hebben. Ah, en om dan te zorgen dat, weet ik het, de lusjetoogst is, of dat er meer bewustzijn nog in het systeem blijft, of wat dat de reden ook is. Dus ik denk gewoon dat het veranderen van de tijdslijnen zijn eigenlijk maar acties misschien om het productieproces te optimaliseren. Ja. Ja. Ja? Ja. Het is een tool, hè. Als we zeggen... Tijd bestaan niet, is het een tool. Als we zeggen Einstein, zoals Einstein zegt, alles gebeurt in het eeuwige nu, ja, dan zijn tijdlijnen tools om bepaalde zaken te realiseren. Duidelijk. En wie weet gaan we in de toekomst nog wat meer over te weten komen. Wie weet. Welke toekomst? Alles is nu, hè. Hey, zo zie je. Hey. Leer ik weer wat bij. We zitten over 2:01, geeft ook niet. Ik vroeg me alleen af, even tot slot... Ik ben toch benieuwd, en waarschijnlijk de kijkers ook vanuit jouw visie. Hè? Het is weer een persoonlijke visie, maar dat geeft niet. We willen gewoon zoveel mogelijk verschillende theorieën ook horen. Maar deze situatie waar we in zitten, hè, die virus en alles. Hoe denk jij daarover? Is dit natuurlijk gekomen? Zit er een agenda hierachter? Wat is jouw idee van deze huidige situatie? Ja, als alles een hologram is, ja, dan is het gewoon een programma dat loopt... In deze dichte materie. Zoals ik er straks heb gezegd, ik denk dat de aandacht massaal wordt afgewend op iets dat op een opportuniteit, energetisch, qua bewustzijn, noem maar op, dat er nu zou kunnen gebeuren. Een van de mogelijkheden die heel, heel frappant aanwezig zijn. Nu, om het hele gebeuren zelf eventjes te bekijken, geloof ik dat er een virus is? Nee. Heel duidelijk. Als je dat onderzoekt in deze realiteit, in deze materie, heeft men nog nooit een virus kunnen isoleren. Dus nee. Als je kijkt de reactie daarop... ik wil nog eerst even iets zeggen, want je sprak er juist ook over die religies en operatie Bluebeam. Ik wil dat er wel even tussen zetten, deze. Als je zegt van geloofssystemen en zo, er is momenteel een wereldwijd overheersend geloofssysteem. Van de Oeral tot, je weet wel, en van Peru tot wat. Dat is het wetenschappelijk geloofssysteem. Iedereen confirmeert zich daar naar. Als je de paus ziet met een mondmaskertje, dan weet je hoe laat dat is. Politieke leiders. En, iedereen. Ja. Ja, dus iedereen gelooft het wetenschappelijk geloofssysteem. Dat is ook iets dat we van jongs af aan hebben geleerd. Van, maar meneer dokter weet het. Of als de wetenschap zegt, dan... Is het zo. Het is van jongs af aan ingeladen. Dus er is een wereldreligie op dit moment. De wetenschap. Ja. Mm-hmm. En de wetenschap, de religie, of het geloofssysteem van de wetenschap, vraagt dat je mondmaskertje. Moesten ze tegen jou zeggen, ja, maar je moet een keppeltje dragen, iedereen moet een keppeltje dragen, ja, dan zou je zeggen, hey. Of iedereen een burka, hey. Of iedereen weet ik wat, maar iedereen een mondmaskertje, ah ja, ja, ja. Dus het is een heel sterke religie. Het is ook geen onderscheid met andere geloofssystemen. Een geloofssysteem zoals het katholicisme bijvoorbeeld, dat is gebaseerd op dogma's. Ah, Jezus is aan het kruis gestorven. Het is de maagd Maria.
Jezus is zoon van God. Dat zijn dogma's waar we afspreken als je tot dezelfde geloofsgemeenschappen hoort. Dit nemen we aan, daar gaan we niet aan twijfelen, want als we eraan twijfelen, ja, dan klopt het niet meer. Dan valt het geloofssysteem ineen. Hetzelfde met wetenschap. Dat zijn geen dogma's, dat zijn axioma's. Wiskundig axioma door twee verschillende punten gaat juist één richten. We nemen dat aan. We kunnen dat niet bewijzen. We nemen dat aan. Als we dat niet aannemen, als we het niet over eens zijn, ja, dan zou dit huis hier niet staan. Dus ik zeg niet dat dat slecht of goed is. Daar ga ik het niet over. Maar het is ook een geloofspunt dat je aanneemt en van daarop gaan we verder bouwen. Ja? Hetzelfde met de zwaartekracht. Zwaartekracht is niet bewezen, is een postulaat. We nemen dat aan. Okay. Dus de technieken zijn hetzelfde, maar iedereen gelooft dat. Dus we zitten al in een wereldwijde religie, de wetenschappelijke religie op dat punt. Dus wat zien we nu ontvouwen? Dat die enorm veel macht heeft en dat die er ook alle structuren... die zorgen er nu voor dat jij toch maar confirmeert aan wat er van buitenaf gezegd wordt. Dat jij voortdurend in een situatie zit van onmacht, van frustratie, want het botst met jouw vorige levenservaring. En je kan ook zeggen van, ja, maar ik geloof er niet in. Maar je wordt wel voortdurend mee geconfronteerd. Er is een overheersende energie, een veld, een energetisch veld van heel het menselijk bewustzijn. En zowel in Nederland is het misschien hier, en in België is het daar, in Frankrijk is het daar, weet ik wat. Maar het is een gemeenschappelijk veld dat ervoor zorgt dat al jouw energie toch wordt beïnvloed. Dus het is een enorme beïnvloeding, een enorme indoctrinatie die volgens mij niet gestoeld is op enige, zelfs wetenschappelijke feiten. Als je echt de cijfers begint te bekijken en van waar de cijfers komen en de meetmethode, dan is het absurd. Ik zal één voorbeeldje geven, gewoon, maar misschien wel gekend. Afgelopen jaar is er een balans opgemaakt, 2020. Het meest erg getroffen land, verhoudingsgewijs, was België, wereldwijd. Dus de meeste overledenen ten opzichte van bevolking, aantal. Als je dat even gaat bekijken, wat ik heb gedaan, is... Ik ga dat even heel snel zeggen, is... Weet jij wat de gemiddelde leeftijd is van iemand die is overleden aan COVID? De gemiddelde leeftijd. Over de 75 ergens, zo 80 of zo? 84 jaar. 84, ja. 84 jaar. Gemiddelde leeftijd is 84 jaar. Levensverwachting in België vorig jaar was 81,8. De gemiddelde levensverwachting. Ja. Dus ik wil niet onrespectvol zijn, maar dat is al drie jaar boven datum, bij wijze van spreken. Dat eerst. Van die mensen zijn er ongeveer 20.000 overleden. Meer dan 60, tussen de 60 en de 70% had... Drie of meer aandoeningen. Drie of meer? Drie of meer. 44% had kanker. Ja? Zoveel procent had hartproblemen. In de 30. Zoveel problemen had nier. Zoveel dingen. Dus 60-70% van die 84-jarigen had drie aandoeningen of meer. Drie, hè? Geen twee, niet één. Drie. Drie. Ja. Dus absurd. Dus dat is een gegeven. Dat kun je gewoon, ik heb dat ook aan bevolkingstabellen en zitten opzoeken en zo. Kan je zeggen, okay, dus degene die echt aan COVID zouden zijn gestorven, ja, dat is dan nog een klein percentage van de die. Want als het COVID zou zijn, dan is dat gewoon een druppel geweest, want die zijn aan andere zaken gestorven. Dan kun je zeggen, van, ja, maar hoe wordt dat dan gemeten? Die PCR-testen en autogen-testen. Dus je hebt de PCR-test en je PCR-sneltest en de autogen-test. PCR-test is uitgevonden door Carrie Mullis, een dokter. Ze heeft een Nobelprijs geneeskunde gekregen. Heeft zelf gezegd dat het niet geschikt is voor infectieziekten. Dus vergeet dat. Ja. De sneltest, men heeft dat getest zo in het parlement in de, was het Oostenrijk? Of ja, cola, Oostenrijk. Met cola hadden ze getest, alles was dus de wetenschappers kunnen dat verklaren. Ja, maar we kunnen dat verklaren. Dat is goed, dat mag je kunnen verklaren, maar je test werkt dan niet. Hè. Als cola positief is, mag je dat kunnen verklaren, maar dan werkt je test niet. Tanzania
hetzelfde. Die president heeft ook alle mogelijke testen laten doen. Niet stoppen met cola drinken. Op geiten en weet ik wat. En die werden ook allemaal positief van COVID. Dus de testen werken niet. Dus op wat zijn de cijfers dan gebaseerd? Op niets. Hoe kunnen de artsen, vraag ik me altijd af, dan massaal zo hierin meegaan? Terwijl het toch, je zou zeggen, verstandige mensen zijn die gewoon hun mannetje zou moeten staan. Ja, zijn er te weinig die hierop tegenin gaan? Ik denk dat er veel tegenin gaan. Nee, er zijn veel artsen en wetenschapsmensen die tegenin gaan, maar die krijgen geen platform. Je hoort ze niet. Dat is alles. Moet je echt opzoeken. Ja, podcasten en zoals dit wat wij doen, zeg maar. Er zijn er veel. Ik ken er ook verschillen die zeggen... Maar ja. Ik zeg niet dat er niks is. Qua percentage zou je verwachten dat dan toch 90% van artsen zou moeten zeggen... Hey, dit is onzin. Ik leg mijn werk meteen neer. Klaar. Maar het is een beetje hetzelfde verhaal als dat je van die wetenschapsmensen of van militairen... of professoren, universiteitsprofessoren die op pensioengerechtigde leeftijd... van alles beginnen te vertellen. Dat valt op, inderdaad, klopt. Dit is een beetje hetzelfde, hè? Ja. Dreigingsmodel. We hebben artsen in België die daar tegen gaan. Ja, die worden gezegd van, je wordt uit de orde der geneesheren gegooid. Je mag je beroep niet meer uitoefenen. En ik heb er straks ook nog even onder ons gehad, maar als er dan een hypotheek is, of weet ik wat, of je hebt kinderen, of... Dat angstmodel komt inderdaad boven, die angst... En chantage. Bewust of onbewust wordt er gevolgd door een overgroot deel, uiteraard. En uiteraard is er altijd een stukje dat weet dat het gewoon, dat het gewoon leugens zijn. Nou ja, we gaan het allemaal zien. Rolf, even volgens mij een slotvraag nog aan jou. En daarna kan je zelf nog wat toevoegen, uiteraard. Is van, wat zou jij mensen zeg maar aanraden in deze situatie? Ik kan me voorstellen, ook met die avondklok, mensen zitten er doorheen... Ze hebben niet veel ervaring in bewustzijn bijvoorbeeld. Hè? Ze weten nu dat er iets niet klopt, maar ze weten niet hoe ze in hun dagelijks leven hiermee kunnen handelen. Mm-hmm. Ik weet dat jij ook niet per se mensen raad hoeft te geven of wat dan ook, maar ja, wat zou je zeggen tegen? Ten eerste, geef het gewoon voor jezelf toe dat je er rot kunt overvoelen, dat je kwaad kan zijn, dat je boos kan zijn, dat je kan beginnen vloeken en zo. Dus beperk jezelf daar ook niet in. Heb daar geen oordeel over, dus oordeel zelf niet. Oordeel niet over jezelf hoe dat je in deze situatie staat. Dat is al een belangrijk, want dan verzwaar het gewoon. We zitten nu eenmaal in deze situatie. We zijn hier met z'n allen. En ik heb dat ook. Soms kan het mij niet schelen en soms voel ik van... Hoe is dat mogelijk? En ik kan zelfs officieel niet naar Nederland rijden en weet ik wel. Maar toch, het belangrijkste, denk ik ook, is als we over dit allemaal praten, het zijn scenario's, het zijn scripts, het is niet echt, alhoewel dat het wel heel echt is omdat we er zelf in zitten, maar dat je altijd de marge van die relativering houdt. Dat je het tot op zekere hoogte toch kan relativeren en zit je er toch helemaal diep in dat je kijkt naar de positieve zaken die er voor jou ook in zitten. Dat je misschien inderdaad iets wat meer leest of dat je toch meer contact met je kinderen hebt of gelijk wat, iets dat jou positief stemt. Ja. En dat is, denk dat je dat hetgeen is dat je op microniveau kan doen. En tweede, dat je ook als je naar buiten gaat of als je met contact komt met andere mensen, beschouw het zoals een geloofssysteem. Voor mij, ik heb zoiets van, ik respecteer iedereen zijn geloofssysteem. Ook de mensen die in COVID geloven, die vaccinaties willen. Ik respecteer elk geloof, religieus geloof, allemaal. Dus dat je vanuit die houding het ook gewoon respecteert wat er gebeurt, zonder mee in de drama te gaan. Ja. Dat je op die manier vrijwaart. Dat is eigenlijk een beetje dat ik... Ik kan alleen maar zeggen hoe ik het zelf probeer. Ja. En wat dat mij plezier geeft, dat je dat ook doet. En een van de zaken waar ik heel veel aan heb, is dat ik in de natuur ga. Dat ik mij verbind met de aarde... dat ik dat doe, want dat is een moeder aarde, of ik
noem het graag Pachamama, die is er altijd. En dat je daar ook je zware energie aan kan geven, dat verlicht. Ik vond ook goed wat je net zei, dat mensen juist door deze situatie op onderzoek zijn gegaan. Ja? Zijn gaan lezen, onderzoeken. En als dit niet was gebeurd, zouden ze misschien nog steeds in de standaard matrix-leventje blijven. En nu kunnen ze dingen ook gaan ontdekken, waar, ja, iets positiefs halen uit deze situatie. En dan ook dat je ook heel bewust in deze situatie jouw autoriteit bij jou houdt. En dat wil niet zeggen dat je geen mondmasker moet opzetten. Maar wel dat je energetisch jouw autoriteit houdt. Ja. Dat is daar goeie. Bewust van bent. Ja. Dus het geeft jou de gelegenheid om op meer momenten in je leven bewust te zijn van het moment zelf. Ja. Als je hem al opdoet, en ik doe hem bijna niet, Tom. Ik heb op een of andere manier, dat is dan mijn realiteit, die ervoor zorgt dat er zeg maar dingen gebeuren. Ik heb hier geen last van. Ik durf het bijna niet te zeggen. Maar ik heb bijna nergens last van. En als ik enkele keren die mondkap op moet doen, doe ik hem gewoon onder mijn neus. En ze weten ook dat ze niet discussies met me moeten gaan voeren om hem ook nog eens normaal op te zetten. Want ik ga niet mijn eigen adem inademen. En het gaat zo. Waarom? Omdat ik er ook geen extra lading aan zet. Dat is precies wat jij zegt. En dan komt dat kwantumfysica, trek je het ook aan. Rolf, heb je nog verder iets aan toe te voegen aan dit gesprek? We gaan straks ook even, misschien ook even linken naar je website. Als mensen iets meer over je willen weten. Ja. Je geeft ook presentaties, lezingen. Dus misschien kan je vertellen ook daarbij waar ze je kunnen vinden voor mensen die je niet eerder hebben gezien. Ik wil nog even zeggen, wat ik allemaal heb verteld, dat is grotendeels uit eigen ervaring of van mensen die ik persoonlijk ken. Maar het is ook dat, hè. Dus het is uit eigen ervaring, ervaringen en zaken die ik meemaak in woorden trachten om te zetten. En woorden zijn soms gebrekkige hulpmiddelen om iets te verwoorden dat je niet in woorden kan onderbrengen, maar dat eigenlijk enkel vanuit de ervaring relevant is. Dus ook van alles wat ik heb verteld, het is geen evangelie, om te zeggen. Dus, maar ga op je eigen onderzoek uit en pak de tools die voor jou werken. Als dat shamanisme is, pak dan shamanisme. Als dat iets anders is, pak iets anders. En Hemisync is een van de zaken, de programma's die wij geven. Enorme shortcut. De audiotechnologie brengt jou zeer snel in die bewustzijnstaten waarbij dat je zelf kan ontdekken en het zelf kan ondervinden, zodat je weet dat je het kan herkennen dat er iets gebeurt. En van het moment dat je het erkent en je het in je realiteit trekt, is het wezenlijk deel van jou. Dan mag de wereld zeggen wat ze willen, oh, maar dat kan niet, dat bestaat niet, en een gathering bestaat niet, en overleden kan je niet ontmoeten, maar als je het zelf hebt meegemaakt, ja, dan weet je dat het wel zo is. Dus die, en we organiseren effectief een paar cursussen of workshops. Je hebt één dag workshop, is de remote viewing, we hebben het de vorige keer ook over gehad, de volgende is 7 maart. We hebben ook de tweedaagse, waarbij dat we gestructureerd naar de eerste twee bewustzijnstaten gaan. Dat zijn de excursion workshops. Dan heb je het weekprogramma, dat is de gateway. Dus 7 maart is remote viewing. De tweedaagse workshops, februari, april, zijn volzet. De volgende is in mei. En de gateway is van maart is volzet, april is bijna volzet. Dan zal er een in oktober ook nog komen. Super. Dat zijn zo, als je daar wilt op instappen. Ik heb ook nog eentje gelanceerd, maar dat moet even zoeken op de website. Dat staat ook in de kalender. Wat is je website? Kan je die ook doorgeven? Focus34.com. Er is er eentje, een beetje naar aanleiding van wat we vandaag besproken, dat je ook al eens kan proeven over van de bewustzijnstaten na de dood. Dat is ook een eendagse. Mm-hmm. Eendagse, waar dat er oefeningen zijn waar dat je al iets kan proeven. Alvast voor de dood voorbereid. Ja, maar je komt terug. Wees gerust. Het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Hey, ik vond het superleuk dat je er weer was, Rolf. En wat mij betreft kunnen we zeker wel een keer weer opnieuw wat dingen bespreken. Jullie ook bedankt voor het kijken. En jullie zullen ons gauw weer terugzien. En nogmaals, mocht je informatie van Rolf wat meer willen weten, kijk naar zijn website. Maar mocht je de vorige aflevering niet hebben gezien, kijk die ook zeker. Want daar vertelt Rolf en laat ik wat video's zien van het Monroe Instituut zelf en dergelijke. Dus die aflevering is een van mijn favoriete afleveringen. Als je hem niet hebt gezien, kijk zeker. Bedankt voor het kijken en wij wensen jullie een fijne toekomstige tijd tegemoet. Het komt allemaal goed, mensen.
Groetjes.